Sinds 2020 leef ik en velen van jullie in opperste paraatheid. Een ontwaken uit een diep bewustzijnscoma, zou je het kunnen noemen. En tegenwoordig noemen we dat wakker. Maar het wakker zijn zorgt er ook voor dat ons veel ontgaat. Want zeg nou zelf, vergeten we niet te leven als het vizier constant gericht staat op het gevaar? Hebben we niet een wake-up call nodig om dat te zien? De beste wake-up call is en blijft de dood. Als een dierbare heen gaat en we afscheid moeten nemen bij de kist, realiseren we ons weer dat het eindig is. Dat we eigenlijk maar heel weinig tijd hebben, in ieder geval in dit lichaam. En dus wil ik vandaag met twee bijzondere gasten stilstaan bij de dood. De natuurlijke dood, maar ook vrijwillige levensbeëindiging. We gaan het hebben over het bestaan van de ziel en dan hiernamaals over transhumanisme en het hacken van de mens. Over cryonisme, dat is het invriezen van overleden personen om ze ooit weer tot leven te roepen. En over onze gezamenlijke passie voor opgezette dieren. Misschien wel een onbewust verzet tegen de dood die alles weer tot stof laat wederkeren, terwijl de dieren, levend of dood, zo ongelooflijk mooi zijn en in mijn optiek het eeuwige leven verdienen. Maak je geen zorgen, het wordt geen sombere uitzending, maar eerder een viering. Want mijn stellige overtuiging is dat alleen als we de dood leren omarmen, kunnen we het leven ten volle leven. Bij mij aan tafel zitten Maarten Oversier, regressie- en reïncarnatietherapeut, en Erwin Compagne, klinisch ethicus aan het Erasmus MC, bijna met pensioen. Ik heb jullie allebei gevraagd om kleding aan te trekken, heel symbolisch, die je aan zou hebben op het moment dat je je uitvaart hebt. En Erwin, jij zei tegen mij dat dit eigenlijk je tenue is wat je altijd aan hebt. Ja, ik heb 7 dagen per week een pak aan, een kostuum. En donkere krijtsteenpakken zijn favoriet voor mij. Daar voel ik me prettig in. Dus ja, dit wordt een van deze wordt het. Ja. Ja, ja. En alleen voor de lijkschouwing, zul ik maar zeggen. Hè. Voor als ik opgebaard ben, onder de grond, vind ik het zonde. Okay. Of in de vlammen. Dus hij gaat niet mee de kist in? Nee. Daar mag ik gewoon naakt in komen liggen. Want ik vind het zonde. Als dit vergaat uit een oogpunt van duurzaamheid, hoop ik dat iemand anders er weer plezier aan heeft. Ja, nou mooi. Ja, ik heb dus dit vandaag aangedaan. En wat mij betreft, ja, ik ben natuurlijk nu 50 jaar en dit is de kleding die ik heb. Ik weet niet, als ik 80 ben, ik hoop dat ik ooit 80 word, of ik die kleding nog heb. Maar als ik nu zou overlijden, zou ik denken, nou, doe dit maar. Met een spijkerbroek en witte sneakers. Maar jij hebt nu iets aan, maar dat is niet het tenue wat je aan hebt als je begraven of gecremeerd wordt. Maar je zit erop, hè, Maarten? Ja, het was de vraag. Kun je het even een klein beetje laten zien? Nou, het is een bijzonder vel huid. Kijk, zo. En ik heb ooit, toen ik jong was, een heel mooi plaatje gezien in een boek van een Indiaan die was overleden en op een verhoging met palen in de prairie lag in een bisonvel. Daar werden de nodige ceremonies gedaan en uiteindelijk werd hij daar achtergelaten in dat vel. En dat heb ik altijd gehouden, dat idee heb ik altijd bij me gehouden. En mocht het een keer zover zijn, dan lijkt me dat een hele mooie optie. Ik had er gisteren nog niet op gerekend dat ik dat vandaag hier zou onthullen, maar toch gedaan. Ja, en jullie hebben ook allemaal je favoriete opgezette dieren meegenomen. Maarten, jij hebt daar een steenarend, een ja, grote joekel. En ja, een havik ernaast. Hoe kom je daaraan? De havik heb ik gevonden, een verkeersslachtoffer, en vervolgens laten prepareren. En deze kanje die komt uit een dierenpark in Duitsland, waar die ongeveer 15 jaar geleefd moet hebben. Uiteindelijk daar gestorven is en via een bevriende preparateur uit Assen bij mij terechtgekomen is. Prachtig. Ja, ik heb hier ook een heleboel dieren op tafel liggen die ik in de afgelopen tijd heb gevonden. Ik bewaar ze dus ook in de vriezer. Ik neem soms echt grote risico's op de vluchtstrook, ja, om een roofvogel in de achteruit op te halen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat heb jij meegenomen, Erwin? Ja, ik heb 2 vogels even uit het museum meegenomen. Ik heb thuis geen opgezette vogels staan. Een houtsnip en een zanglijster. Je zegt museum, wat bedoel je daarmee? Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar ben ik al 35 jaar honorair aan verbonden. Dat is een van mijn passies. Ik ben daar preparateur
En ik doe wetenschappelijk onderzoek aan vogels. En ik heb dat de afgelopen jaren heb ik de houtsnip bestudeerd. Daarom heb ik hem meegenomen. Ik heb daar een boek over geschreven. En ik ben nu bezig met een doorwrocht boek te schrijven over de zanglijster. Dat is de andere vogel die ik meegenomen heb. Ik heb ze niet thuis, maar ik heb ze even meegenomen uit het museum, omdat je erom gevraagd hebt. Ja, Erwin, en al die dieren die hier op tafel liggen, die neem jij straks mee naar het Natuurhistorisch Museum. Ja, zeker. Dus dan weten de mensen ook, die verzamelwoede van mij is niet om ze zelf op te zetten, maar uiteindelijk ze weer te laten exposeren, zodat andere mensen ervan kunnen genieten. Ja, in de wetenschappelijke collectie komen ze. Ja, ja, mooi. Ik heb jou leren kennen in het begin van de coronacrisis, ik noem het tegenwoordig de maatregelencrisis. In mijn zoektocht naar antwoorden, omdat ik het niet zo goed begreep wat er aan de hand was, de ouderen werden opgesloten. En die stierven eigenlijk in eenzaamheid zonder liefde. En jij had daar een prachtig gedicht over geschreven, wat ik las. En ik was bijna tot tranen geroerd. En ik belde jou op. Ik zei, Erwin, wij moeten hier een spoken word over maken. Ja. En zo is eigenlijk Black Box aan het rollen gekomen. Dus je bent best wel een belangrijk figuur in de ontstaansgeschiedenis van dit project. Mei 2020 was dat. Ja, ik belde jou op en ik had amper abonnees op het kanaal. En die video ging viral. Iedereen wilde hem zien. En laten we even kijken naar een fragment daarvan. Ooit een tijd dat mensen verstierven. Verstierven aan ouderdom. Died of old age. Als men een bepaalde leeftijd had bereikt, werd de dood als einde verwacht en omarmd. Het menselijk lijf heeft net als elk ander levend wezen een uiterste houdbaarheidsdatum. Gemiddeld 80 jaar is het moment om te gaan. Kwantiteit is dan geen streven meer. Kwaliteit. Veel dierbaren plaveiden het weg naar de dood. Geen zucht meer naar materie. Het heilig vuur is gedoofd. Oude mensen willen vooral veel contact. Contact met hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en anderen die hen zo dierbaar zijn. In veel verzorgings- en verpleeghuizen zit de man met de zeis geduldig in de gang. En als de bejaarde de aanzegger van de dood gadeslaat, is er zelden verzet. Nee, veelal is er vrede. Het is goed zo. Sinds kort heet de natuurlijke de verwachte dood aan de ouderdom ineens anders. Nu heet ze dood door corona en zijn de overleden bejaarden coronaslachtoffers. Alweer 130 coronaslachtoffers te betreuren. Gelukkig vandaag minder coronadoden. Is dit het nieuwe normaal? Een term waar ik toenemend jeuk van krijg. Is er wel verschil tussen de dood door corona of het andere onvermijdelijke laatste zetje? De griep. Een longontsteking. Ze komen alle in de laatste fase. Verlopen vrijwel alle gelijk. In de lijn der medische verwachting het alom bekende slotakkoord. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit overlijden uit liefde, compassie en humaniteit mag plaatsvinden in de aanwezigheid van hen. Van hen die er voor deze ouderen nog altijd toe doen. Ja, prachtig. Ja. Welk impact heeft deze video gehad op jouw leven daarna? Ja, welk impact heeft het gehad? Ik, het is alleen maar versterkt. Hè? Ik heb als ethicus, ik ben een bescheiden ethicus. Ik ben geen Don Quixote. Ik ga nooit op de barricade. Ik probeer in het midden te blijven in een tijd van polarisatie. Die er heel snel ontstond, voor, tegen, gevaccineerd, niet gevaccineerd, ben ik altijd in het midden gebleven. En ik heb in die hele periode heb ik maar één keer gezegd dat iets onmenselijk is, inhumaan is. En dat was juist dit, hè, dat wij oudere mensen verboden om contact te hebben met hun dierbaren, hun kinderen. Het was vaak alleen nog maar de enige verbintenis die ze hadden, die hun leven zin gaf. En daarvan zeiden we, dat mag niet meer. En ik heb dat. Maar allemaal om de dood te voorkomen? Ja, om te voorkomen dat ze ziek werden. En dat die ziekte zich verspreidde.
Maar aan de andere kant verkommerden en verpieterden ze in de verpleeghuizen. En gingen ze dood aan eenzaamheid. Maar niet aan het virus, maar aan eenzaamheid. Dus een indirecte doden. En ja, ik heb lang nagedacht over wat de zin van het leven op aarde is. Hè. En een heel belangrijke invulling daarvan is verbintenissen hebben met mensen die je dierbaar zijn. Dat geeft je leven zin als je een verbintenis hebt met mensen. En dat mocht niet meer. En dat zag je dan ook, dat mensen daar enorm onder leden. En dat vond ik onmenselijk. Dus ja, in die periode erna heb ik dat altijd vastgehouden. Ik heb dat een van de... Ik heb in die hele periode van de coronatijd heb ik dingen gezien waar die ik alleen maar uit de theorie kende. Dus waar ik studenten over vertelde, over dehumanisatie, over polarisatie, over uitsluiten. En ineens zag ik ze in 3 jaar tijd in werkelijkheid voorbij komen. Dat heeft me verbijsterd, verwonderd, maar ook met name verontrust. Dat we toch in staat waren om dit te doen vanuit een bepaalde reden. En nu in de jaren daarna hadden we reflectie. In het post-Covidicum, noem ik het maar, hadden we reflectie hierop. En zeiden we ook van ja, misschien was dat toch niet goed. En dat doen we altijd. Na perioden waarin we gepolariseerd hebben of gedehumaniseerd hebben, zeggen we daarna dat nooit meer. Maar op het moment dat het gebeurt, doen we het. En dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Ja, de geschiedenis lijkt zich iedere keer te herhalen. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. En ik kende het alleen maar uit de geschiedenis. En ik kende het alleen maar uit de theorie en over wat er over geschreven is. Maar ineens zag ik het in werkelijkheid gebeuren. Ja, Maarten, ik leerde jou eigenlijk pas in 2023 kennen. Dit jaar ergens in de zomer. Je had een donatie gedaan op de rekening van Stichting Black Box. En ik zag toevallig jouw naam staan. Ik dacht, nou, dat zal toch wel heel apart zijn. Maarten Overzier, ik had jou wel al gezien in andere podcasts. En jij stond eigenlijk al heel lang op mijn lijstje om eens mee kennis te maken. Dat was voor mij de trigger van, ik ga gewoon eens eventjes contact zoeken met deze man. En we zijn bij jou langs geweest, Femke en ik, in Drenthe. Om jou beter te leren kennen. En we hebben een hele mooie avond gehad. Je hebt voor ons gekookt. En die lijster die daar ligt, misschien kan jij mij aangeven, Erwin. Deze prachtige lijster, die vond ik dus in jouw tuin. Ik zal hem even aan de kijkers laten zien. Het is een puntgaaf beestje. Ik zag hem liggen en ik raapte hem op. En ik vroeg aan jou, mag ik hem hebben? En ja. Toen vertelde jij, tuurlijk mag je hem hebben, maar besef wel dat ik ook een fascinatie en een liefde heb voor dieren. En onder andere die havik heb ik in jouw huis mogen aanschouwen. Maar jij vertelde mij ook dat je Erwin bleek te kennen. Toen jij de video zag van Erwin en mij, zei jij, wacht even, daar kwam iets bij me boven. Ik ken die man van mijn jeugd. Ja. Kun je die anekdote eens toelichten? Nee, dat wist ik niet. Ja. Nou, ik heb daarvoor dit bot meegenomen. Want dit bot, dat verbindt ons op een bepaalde manier. Ik zal het vertellen. Hè? Ja. Wat, dus dat moet ongeveer in 1984, denk ik, geweest zijn. En ik had toen een baan. Ik werkte als kok. En ik kwam uit België, daar had ik een tijd gewoond. En toen kreeg ik een huis in Rotterdam bij een ouder stel. En ik kon de bovenverdieping daar huren. En die mensen die woonden er al heel lang, waren oudere mensen. En die waren echt al heel lang niet op de rommelzolder geweest. Daar ging ik natuurlijk als eerste naartoe, op die rommelzolder. En het was zo'n oude spookrommelzolder met allemaal dingen. Waaronder dit bot, dat lag daar. Ik vond dat mysterieus. En ik schatte het toen al in richting mammoet. Ik had enige kijk op. En de fascinatie voor botten en schedels, die delen wij sowieso. Maar ik heb hem toen meegenomen. En ik ben met dat bot, met deze, naar Blijdorp gegaan. In Blijdorp had je destijds een onderzoekscentrum. Onder die brug die er toen was. Ja, weet je wel? Het diorama gebouw. Ja, daar. Ja, bij de IJsselier. En ik vond dat heel cool. Ik had mezelf aangemeld en ik had gezegd, ik vermoed een bot van een mammoet te hebben. En ik ben heel benieuwd of dat waar is. Kan ik dat bij jullie komen laten zien?
En dat kon, dus ik kreeg gratis entree voor Blijdorp. Dat vond ik toen al heel erg leuk. Maar in ieder geval, ik had dat bod meegenomen en ik kwam dat bij dat onderzoekscentrum. En er waren een aantal mensen en die hebben dus inderdaad bevestigd dat het, zoals je net ook al aangaf, een bot is van een jonge mammoet. Het is al versteend. En ik raakte aan de praat met een van die mensen daar en ik vertelde dat ik een schedelverzameling had thuis en dat ik gefascineerd was door al die dingen enzovoort. Dus toen zei die kerel, maar ken jij Erwin Compagne dan? Ik zei, nee, die ken ik niet. Hij zei, nou, die heeft een schedelverzameling en die heeft vogels en die heeft dit en dat. En dus ik raakte helemaal in vervoering. Ik denk, die Erwin Compagne, die wil ik ontmoeten. Ik wil zijn verzameling zien. Wat mooi. En toen heb ik jou gebeld. Ik was toen, ik vermoed dus 22. Nou, jij zal dan, ik denk, 4 jaar ouder geweest zijn of zo. Of nog steeds dan, 4, 5 jaar. Ja, zoiets. Ja. Ik ben nu 61, dus. Ja. En ik heb toen contact met jou gezocht. En toen heb jij de telefoon opgenomen. Dat ging niet zo natuurlijk. En jij hebt mij toen ontvangen. Dat was ontzettend leuk. Dus toen ben ik naar jou thuis geweest. En jij woonde toen in een benedenwoning ergens in Rotterdam. Zo'n hele mooie, lange dorp. Ja, in de Nobelstraat. In de Nobelstraat. Nu je het zegt, herinner ik me dat weer. Ja. En ik ben toen bij jou thuis geweest. En ik heb mij werkelijk waar vergaapt aan jouw verzameling. Ik zie dat nog helemaal voor me in de kamer, in de voorkamer. Je had ook nog een aparte ruimte met curieuza, zullen we maar zeggen. En ik weet dat jij een fascinatie had voor de aalscholver toen. Voor aalscholver. Dus je had zo'n of een paar van die ladekasten. Met allemaal van die smalle laadjes. En die trok je dan open. Nou, ik weet het niet. In mijn beleving kwam ik in een soort Eldorado voor schedelverzamelaartjes. Want per la lagen er wel 50 of 60 in. Ik weet het allemaal niet. Alleen maar aalscholverschedels. Je had ook heel veel andere, maar in ieder geval die. En ik weet nog dat jij toen zei, nou moet je even komen kijken, want je had natuurlijk al lang bedoeld dat ik echt gefascineerd was. En toen liet jij mij een verzameling aalscholverschedels zien waar afwijkingen aan zaten. Snavels die zo gegroeid waren of schedels die raar gegroeid waren enzovoort enzovoort. En dat je daar een hele aparte verzameling van had. Nou ja, ik ben daar geweest en het heeft mij ontzettend enthousiast gemaakt. Het was wel een verzameling van Tina. Ik dacht van, nou, ga ik nu door met mijn eigen verzameling of stop ik maar gewoon? Ja, ja. Maar ik ben doorgegaan en vind het dus heel bijzonder dat we elkaar hier dan weer treffen. Ja, al die tijd. Ja. Ja, maar dat is dus letterlijk de ontstaansgeschiedenis van deze uitzending. Ja. Want ik kende jou natuurlijk, we hadden die passie al. Toen wij die video hadden opgenomen, hè, toen wilde jij ook een dode meeuw meenemen. Jij zei schoorvoetend tegen mij, mag ik die achter in je auto leggen? Ik zeg, nou, maak de klep maar open. Daar lag nog een dode buizerd volgens mij. Maar ik heb altijd dode beesten die ik opraap ergens. En toen bleek ook nog eens dat de gezamenlijke passie, dat jullie elkaar dus in een lang verleden bleken te kennen. Toen dacht ik van, we moeten hier op de een of andere manier iets mee doen. Met deze gezamenlijke passie en het feit dat we elkaar dus indirect allemaal kennen. Ja. Wat zou dat nou zijn, die passie of die fascinatie voor dode dieren? Want ik vind het heel normaal. Ik was als tiener met mijn tweelingbroer was ik al muisjes aan het open en snijden en het kijken hoe dat allemaal van binnen draait. Dode muisjes, hè? Ik heb nooit dieren doodgemaakt. Maar wat zou dat zijn, die passie? Ja, als ik voor mezelf spreek, en je gaf het al aan, hè, het waren grote series. Ik heb altijd ik ben wetenschapper. Ik heb altijd een wetenschappelijke interesse erin gehad. Het ging maar niet om de vorm, het ging maar niet zozeer om het object te hebben. Maar het ging mij meer om series te kunnen vergelijken, afwijkingen te kunnen zien. Hoe zit het dan? Waarom ziet het er zo uit? Je wilt het echt analyseren. Ja, en dat heb ik altijd gehouden. Dus ik ook het boek wat ik over de houtsnip geschreven heb, wat ik ook over de zanglijst, dat is. En dat past ook bij me. Ik ben natuurlijk filosoof. Dus ik wil iets begrijpen. En dan ga ik echt de diepte in. Ik heb in mijn leven een aantal, ook in mijn werk, gewoon projecten gehad. En een project kan, nou ja, het is meestal niet kort, maar het zijn vaak jarenlange projecten waarin ik tot de bodem ga en soms nog wat dieper dan de bodem om het te kunnen vatten en begrijpen. En dat is mijn fascinatie wel voor vogels. Ik ben
ik ben echt wel een ik hou van vogels. Hè, dus, maar dat, ik ben dat, niet, dat telen we dan ook. Want ja, ook maar een... ik ben niet iemand die met een verrekijker zit te kijken naar een of andere zeldzame dwaalgast. Ja. Dat boeit mij niet. Welke vogels hebben je voorkeur of je meeste interesse? Nou ja, als algemeen zijn meestal onbemind. Hè, dat noemen de echte vogelaars noemen dat trash, hè, afval. Of een schaamsoort, waarvoor je bijna moet schamen dat je hem nog niet gezien hebt. Dat vind ik boeiend. Die zijn ook toegankelijk. Hè? Zoals? Dus, nou ja, bijvoorbeeld de zanglijster. Een hele algemene vogel in de wereld. Maar wel heel erg in aantal aan het afnemen. De houtsnip, ook een hele algemene vogel, maar een hele onbegrepen vogelsoort. Ja, dan ben ik geïnteresseerd. Ja. Dat is ook een beetje mijn filosofische passie voor vogels. Ik ben misschien wel een ornithofilosoof. Dus ik wil het ook. Ik wil zo'n vogel begrijpen. Dus toen ik het boek over de houtsnip schreef, stond hij, die stond altijd voor me. Zodat ik altijd een referentie had om mijn ideeën te kunnen vormen aan van, oh, zo ziet hij eruit. En ik heb ook honderden houtsnippen, met name dan dode houtsnippen, bekeken. Gewoon van alle kanten. Om ze te begrijpen. Mooi. En dat is mijn passie voor dode vogels. Een vogel kan je levend bekijken, doe ik ook. Maar je kan ook heel veel leren van een dode vogel. Ja. Ja, bij mij is het minder analytisch. Ik ben echt een soort van bewonderaar. Ik kan naar zo'n... Is dit nou ook een zanglijster? Of een zanglijster. Ook een zanglijster. Ja, is een zanglijster, ja. Ja, jullie kunnen het natuurlijk van dichtbij niet zien, maar het is echt een kunstwerk, zo'n beestje. Het is zo knap hoe de natuur dat gemaakt heeft. Die pootjes en die nageltjes en die waanzinnige kleuren die er ook in zitten. Dat ik echt, ik kan er echt helemaal door overmeesterd raken. Ik vind het ook heel jammer dan dat het dood is. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel spannend dat het me de kans biedt om het eindelijk eens van zo dichtbij te bekijken. Ja, dat is het ook. Ja. En, want normaal zie je zo'n beestje voorbij fladderen en nu heb je het gewoon vast. En dat vind ik ook wel weer heel mooi dat ik dat zo kan aanraken. Alleen ik vind het wel verdrietig dat het dood is en ik wil het dan vereeuwigen. Ik denk van dit moet niet gaan rotten. Dat is zo'n mooi ding. Ik wil dan dat het blijft. En ik vraag me dan af wat dat is, waarom ik dat dan... jullie zijn geen psychologen, maar misschien dat jullie mij kunnen helpen vandaag in die zoektocht naar antwoorden. Van waarom moet je zoiets nou per se vereeuwigen? Heb jij daar een antwoord op, Maarten? Of stel ik je een te grote vraag? Nee, nou, voor mij is het overigens niet alleen de vogels. Het zijn zoogdieren die ik ook fascinerend vind. Maar ik weet wel hoe het voor mij begonnen is. Ik heb dat wel soort ontdekt. Ik schrijf er ook over in mijn boek. Ik verloor mijn vader toen ik heel jong was. Ik was 3 jaar en hij was er plotseling niet meer. Er was een ongeluk geweest. En vanzelfsprekend ga je als jochie heel diep van binnen op een jongentjes magische manier willen weten waar die dan uithangt, hè? Die vader. Daar komt geen concreet antwoord op en je zwerft wat door. Er gebeurt van alles met je als jochie. Maar ik was op een gegeven moment als 7-jarig manneke aan het spelen op een plek waar een oude boerderij in verval was geraakt. In Berkel-Roderijs ben ik opgegroeid. En ik was daar aan het klooien en aan het spelen en aan het doen. En er stonden oude potten, oude wekpotten, weet ik nog, enzovoort. En dan... Dan raak ik gefascineerd door de sfeer van zo'n verlaten plek, zeg maar. En op een bepaald moment vond ik in de aarde, in de klei, een kaak van een zoogdier. En ik weet nog goed dat het moment dat ik dat vond en het ook uit de klei trok, in een plas een beetje de modder eraf gehaald, al die kiezen erin. Dat was zo'n diep moment dat ik besefte, en zeker later, van hier gebeurt iets heel bijzonders. En voor mij betekende het, het is de aanzet geweest voor nog veel meer botten te gaan verzamelen, wat uiteindelijk ook een schedelverzameling werd enzovoort. Maar ik vond in feite mijn vader terug daarmee. Ik wist dat de dood hier vertegenwoordigd door een kaak van een koe, dat dit is wat er dan van overbleef. En dat snapte ik als ventje van 7.
Dus op een dieper bewustzijnsniveau raakte ik mijn vader eigenlijk aan. Daar kwam het op neer. En dat gaf een hele diepe fascinatie. En ik wilde hem heel graag terug hebben. In letterlijke zin ging dat niet. Dus ik heb het gebypast door een schedelverzameling aan te leggen en me met dode beestjes enzovoort bezig te gaan houden. En in het verlengde daarvan is het ook wel aardig om te zeggen, want dat staat niet in het boek, maar ik denk dat ik toen 10 was of 11. En toen was mijn moeder met mijn jongere broertje, we waren in Zeeland met vakantie. En we waren chocomel aan het drinken op een terrasje, op een pleintje in een gehucht ergens. En ze waren daar een gracht aan het uitgraven rondom een kerk. Met zo'n graafmachientje. En wij zaten daar, chocomel te drinken, te kletsen en te doen. Maar op een gegeven moment was er paniek in de tent, zag ik bij die mensen die daar aan het graven waren. Want ze waren kennelijk enthousiast bezig, waardoor er allerlei oude graven tevoorschijn kwamen in die grachtenwanden. Met allemaal blubber en klei, dat raakte op drift. Dus op een gegeven moment kwam er een soort verschuiving, waardoor letterlijk er graven tevoorschijn kwamen die helemaal niet tevoorschijn hadden moeten komen met dat uitgraven. Dus er was paniek in de tent. Ik zie het nog zo voor me, dus die graafmannen die gingen dan zo'n bouwketen werkbespreking houden van wat nu te doen. En ik zag dat zo aan. En ik had de kaplaarzen uit de Renault 4 van mijn moeder gehaald. Die lagen er nog omdat we op het strand hadden gespeeld. En ik dook die gracht in met een vuilniszak. En ik heb toen gewoon willekeurig een hele berg mensenbotten in die zak gedaan. Inclusief 2 schedels. Hoe oud was je? 10. Best macaber eigenlijk. Ja, maar voor mij is het helemaal niet macaber. Dat is ook het leerproces wat er voor mij aan verbonden heeft gezet. Voor mij, dit zijn zaken die zich op de diepere bewustzijnslagen van een kind afspelen. Daar zit niets macabers aan. Voor mij was dit in mijn beleving een uitgelezen kans te weten, te snappen en vooral ook in een soort tastbaarheid te begrijpen waar mijn pa gebleven, wat er van die gast over was. Dus ik heb die zak toen meegenomen. Mijn moeder gedoogde dat ook nog. Dus die zak die ging mee naar huis toe. En toen we eenmaal thuis waren, weet ik nog dat ik een heel skelet uitgelegd heb. Ribjes en beentjes en een schedel en dan de kaakronde van iemand anders waarschijnlijk. Dat maakte allemaal niet uit. En ik zag dat liggen. Ik keek eens van een balkonnetje beneden op de terras. Ik denk, mijn god, dat is wel erg sensationeel wat ik hier heb. Maar dat zeg ik nu als volwassen vent ten opzichte van dat kind die ik ook nog wel kan voelen. Ja, nogmaals, die een enorme diepe sensatie meemaakte van ik heb mijn pa even terug. In een soort denkbeeldigheid. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die denken, waar zit ik naar te kijken en te luisteren? Ja. Wat is dit allemaal? De grap is ook dat het thema vandaag, de dood, dat komt natuurlijk heel erg overeen met de setting hier. Want volgens een hoop mensen, en dat heb ik inmiddels al meerdere malen mogen debunken, begeven wij ons hier momenteel in een satanische tempel. Want dit zou namelijk Saturnus zijn. En achter ons is het vage vuur en de vlammen. Nou ja, niets is minder waar. Dit is niks satanisch. Wij proberen hier gewoon te praten over dingen die ons interesseren en fascineren. Ik heb zelf als jong mannetje ooit op een kasteel gewoond. Mijn moeder was gehuwd destijds met een man die een kasteel bezat in Maastricht, kasteel Borgharen. En ook daar hebben wij toen, mijn broer en ik, skeletten gevonden van de baron en de barones. En ook een dochter die erbij lag, die aan de rode hond waren overleden. En die skeletten die hebben wij ook in onze handen gehad. En het was bijzonder om naar te kijken. Die zijn uiteindelijk daar ook in de tuin, in de binnentuin, begraven. Dus in die zin moet ik toegeven dat ook ik op jonge leeftijd mensenbotten in mijn handen heb gehad. Uit fascinatie ook. Herken jij dat? Heb jij dat ook ooit gehad? Dat je op de een of andere manier mensenbotten in je handen had? Nee, ik heb wel mensenbotten in het museum in handen gehad. Maar ik heb niet zelf in graven. En ik heb me beperkt tot de vogels. Je bent wel veel op begraafplaatsen geweest, begreep ik, vanwege de zanglijster, hè? Ja. Dat ik onderzoek doe naar de zanglijster.
Zanglijst is een hele schuwe bosvogel, eigenlijk van oorsprong. En is midden 1800 een beetje uit de bossen gekomen en dichter bij de mens gekomen. En nu gaat hij weer daarvan weg omdat het te druk is en te veel gevaar is. Dus hij zoekt plekken waar die rust heeft, waar weinig mensen komen, waar weinig lichtverstoring is. Het is niet 24 uur licht is. Hij eet graag slakken. Huisjeslakken. Dat is de enige vogel die huisjeslakken aan kan. Die slakken slaat hij kapot op stenen. En dat is de enige vogel die dat kan. Dus toen ik de zanglijsten wilde bestuderen in levende lijven, in zijn natuurlijke milieu dicht bij huis, dacht ik, nou, waar is een plek waar weinig licht is, waar weinig mensen zijn, waar weinig katten zijn, waar veel stenen zijn, waar veel slakken zijn, waar veel struiken zijn en oude bomen. Dat is een begraafplaats. Ik doe al bijna een jaar onderzoek naar zanglijsters op een begraafplaats in Dordrecht. Waar ik in de zomer elke avond ben geweest om zanglijsters te bestuderen. En het is een hele bijzondere plek natuurlijk. Omdat ik er elke avond kwam, op een gegeven moment ken je. Je kent de mensen ook, hè, die er liggen. Dat is heel bijzonder. Want je loopt langs die graven om te kijken van waar zijn zanglijsters geweest die slakken kapot geslagen hebben op die grafstenen. Dus dan herken je ook op een gegeven moment die mensen. Ja, zo'n begraafplaats, die leer je dan ook helemaal kennen. Ja. Het is een sowieso, en dat is iets wat heel veel mensen zo ervaren. Een begraafplaats is een heel mooi park eigenlijk om rust te vinden, om rust te lopen, om te wandelen. En heel veel mensen doen het ook. En ik doe het ook altijd in het buitenland, zoek ik ook altijd een begraafplaats op om gewoon daar te wandelen. En het is niet om de graven te bezoeken, maar het is een hele rustgevende plek. En dat deel ik met heel veel mensen. Maar ik heb geen fascinatie voor menselijke botten of nee. Heren, het aanschouwen van de natuur en ook het zien hoe dieren in de natuur doodgaan, hè, de natuurlijke selectie, dat spiegelt ons ook eigenlijk heel erg met het verschil hoe wij mensen dat doen. Hè? Want wij mensen proberen heel erg de zwakkeren juist te helpen, hè, door solidair te zijn. En de sterkeren moeten daar een inspanning voor doen. In de natuur is dat totaal anders. Hè? Daar zullen de zwakkeren altijd het onderspit moeten delven. En ik heb daar met jou destijds ook een gesprek over gehad bij die video die we toen hebben opgenomen. En daar is nog wel een mooi fragment dat ik graag wilde tonen. Laten we daar even naar kijken. Erwin, we zijn hier bij de Europoort, bij de plek waar je mij graag naartoe wilde brengen. Jouw favoriete plek, begreep ik, vanwege een meeuwenkolonie die hier leeft. Ja. Waarom is dit zo'n speciale plek? Nou ja, ik ben mijn hele leven hou ik me al met meeuwen bezig, met bestuderen. Ik ben ook ornitholoog. En hier broeden 4000 paar kleine mantelmeeuwen. En ik vind het altijd heel mooi om het verloop te zien van zo'n seizoen. Een week of twee geleden zijn de grote, volwassen, krachtige, gezonde vogels aangekomen. Die paren met elkaar, die krijgen eieren, leggen eieren. De komende weken komen de jongen daaruit. Dan krijg je een prachtig verloop. De oude vogels die zorgen voor de jongen, dat is een enorme uitputtingsslag. Ook daar sneuvelen de zwakkere volwassen vogels, kunnen dat niet aan. Die sterven omdat de energieverbruik enorm is om te zorgen voor jongen. Nou, dan die het overleven, dat zijn de krachtigen. Dan krijg je jongen die op een gegeven moment groot genoeg zijn. En dan verlaten de ouders, de volwassen vogels, verlaten de kolonie. Die gaan massaal op de wiek en die gaan weg. En dan zie je aan het eind van het broedseizoen, zie je werkelijk een slagveld hier. Dan liggen allemaal gebrekkige vogels. Dat is natuurlijke selectie. Want die vogels die hebben bewezen dat ze niet krachtig genoeg zijn om de soorten te behouden. Ik heb het altijd, ik kom hier al 30 jaar, en ik heb het altijd heel bijzonder gevonden in vergelijking met de humane geneeskunde. Want wij doen eigenlijk het tegenovergestelde. Wij zeggen juist, de mensen met de gebroken vleugels en de zwakken, die vangen wij op in ziekenhuizen en proberen we daar op te lappen. En
En zeker als je nu kijkt naar wat we in deze pandemie hebben gedaan, dat juist de krachtige, de gezonde, die gaan we minder uitvliegkracht geven. He, dus ik zit hier vaak ook dan aan het eind van het seizoen echt filosofisch naar te kijken van wat is het toch eigenlijk mooi. Gewoon dit is de natuurlijke selectie waardoor een diersoort krachtig blijft en gelijk blijft. Ja, mooi fragment. Uit de oude doos. Erwin, kijk je daar nog steeds zo tegenaan? Dat we eigenlijk als mens misschien minder zouden moeten ingrijpen in het verlengen van het leven. En de natuurlijke selectie eigenlijk weer terug leven zouden moeten roepen? Dat is waar je... Kijk, de dieren zouden waarschijnlijk ook wel... Hè, sommige dieren doen het ook. Die zorgen ook voor hun zwakkeren. Die beschermen ook hun zwakkeren in de groep. Maar ze hebben niet de middelen. Hè, om dat te doen. En wij hebben de middelen wel. Dus in principe doen we wel hetzelfde. We hebben de middelen om dat te doen. En omdat wij onze zingeving in het leven... vooral in het hier en nu hebben... proberen we dan ook dat leven samen zo lang mogelijk te maken. Ik begrijp het wel. Hè, dus, maar het is aan het betreffende individu, of die dat wil. Ja, maar is dat moeten we doen. Evolutionair gezien wel het beste voor de soort om dat te doen? Nou, dat klinkt misschien heel cru om het zo te zeggen. Na aanleiding van dit fragment ben ik ook een sociaal Darwinist genoemd. Dus dat ik zeg van dat eigenlijk de ouderen overbodig zijn, dat zijn ze zeker niet. Dus de waarde van oudere mensen in een gemeenschap is heel groot. De wijsheid, de rust, de zorg die ze kunnen geven. Alleen is het wel zo dat als we echt ziek worden en vervallen... dan moet je je afvragen hoe lang je daarmee wil doorgaan. Maar dat is aan het individu om dat te bepalen. Dat is je eigen oordeel daarin. Evolutionair gezien, kijk, dieren komen en gaan. En ook de mens is een soort die opgekomen is. Enorm in aantal is toegenomen. En dat zal ook ergens in de toekomst weer verdwijnen. Dat is de natuurlijke loop van de biologie. Ja. Diersoorten komen, diersoorten verdwijnen. En ook de mens zal misschien wel uiteindelijk onsuccesvol blijken... als diersoort die de aarde beheerst. We merken nu steeds meer wat de invloed is van de aanwezigheid van de mens op aarde. De veranderingen in het milieu, het klimaat, de mate van vervuiling van onze aarde... waar we heel veel nadelige gevolgen van ervaren... en steeds meer nadelige gevolgen zullen gaan ervaren. Dat kan gaan leiden tot... onze ondergang als soort natuurlijk. Hè. En dat is dan evolutie. Ja, want er zit een bepaalde destructie, hè, in de mens. Hè. En zit dat misschien niet eigenlijk omsloten in dat element wat je daar zo mooi beschrijft? Hè? Dat de mens eigenlijk altijd wil proberen om de zwakkeren te helpen. En dat daarmee, als je het heel kil bekijkt... misschien de soort zwakker wordt en steeds verkeerdere keuzes gaat maken. Beschermen, we willen de zwakkere beschermen tegen het kwaad. Dat doen dieren ook, die beschermen elkaar tegen het kwaad. Ja, maar we houden buitenwereld. Ook jonge zwakke wezens in leven die zich ook weer voortplanten. En ik zeg helemaal niet dat ik daar tegen ben... Het is eventjes puur hypothetisch redenerend van... als je alle emotie eruit haalt en je kijkt gewoon naar een soort... dan is dat wel wat wij doen, in tegenstelling tot de natuur. Ja, maar dan bekijk je het wel heel erg puur biologisch, afstandelijk. En wij zijn een redenerend mens, een moreel mens. Dus we hebben onze waarden en handelen daarnaar. En
ja, dat is een eigenschap van de mens. Dus je kan de mens niet beoordelen op puur biologische criteria. Dat kan niet. Dat is niet een eigenschap van de mens. We zijn een redenerend moreel wezen. En we handelen dus naar onze moraal, ons denken over wat goed en wat niet goed is. En daar past dit prima in. Het zorgen voor de zwakkeren. Ja. En eigenlijk is dat ook wel gewoon een mooie eigenschap van de mens. Dus als je minder krachtig bent, dat je dan niet per se uitgestoten hoeft te worden. Dat je dan overbodig bent. Ook anderen hebben een waarde. Je hebt ook altijd een intrinsieke waarde voor een aantal andere mensen in je omgeving. Die van jou houden als individu. Wat is daarop tegen? Daar is niks op tegen. In het ziekenhuis hebben we ook gewoon ernstig geretardeerde kinderen die al misschien wel 15 of 20 jaar liefdevol verzorgd worden door hun ouders. Wie zijn wij dan om te zeggen van, nou, daar gaan we dan niet meer mee verder? Die intrinsieke waarde die die kinderen hebben voor hun ouders is heel groot. En ik denk dat je dat ook moet waarderen. Nee, ik begrijp je helemaal. Maar in het fragment wat we zagen, merkte je dit wel op als misschien wel een weeffout in de mensheid? Nou, ik geloof niet dat dan is dat er niet goed overgekomen. Ik zie het bij dieren die de mogelijkheid ontbreken om het verval of de ziekte of de ouderdom te beschermen. Of te behandelen. Dieren ontbreekt dat. En wij hebben dat wel. Dus wij zijn anders dan de dieren waar je naar kijkt. Het is wel. Ik weet niet of het. Misschien past het wel gewoon binnen ons evolutieproces. Dat we dit doen. Ik ben er niet op tegen dat we het doen. Maar misschien is het wel heel contraproductief voor ons als soort. Ja. Ik vind het niet zo boeiend om daar een oordeel over te geven in sec-biologische zin. Want ik ook zie mensen denken dat dieren inwisselbaar zijn. Dat ze, als je 10 zanglijsten op rij zet, dat die alle 10 hetzelfde zijn. Maar het zijn ook individuen. Het zijn allemaal individuen waar er één veel zorgzamer is voor de andere dan de ander. En de een veel meer een rouwdouwer is of een introverte individu is. Daar verschillen dieren en mensen ook niet zo heel erg in. Alleen hun ontbreekt het aan middelen om daar iets mee te doen. Ja, de mens is dus in staat om het leven te verlengen. Ja. De dood daarmee uit te stellen. Maar de mens is ook in staat om de dood te versnellen. Hè? Door bijvoorbeeld euthanasie, palliatieve sedatie, abortus, zelfmoord. Daar wil ik het met jou zo meteen nog over hebben. Want daar heb jij veel mee te maken in jouw werk als klinisch ethicus in het ziekenhuis. Waarin die ethische afwegingen worden gemaakt van wanneer is het eindpunt daar. Ja. Maarten, jij hebt ook veel te maken met de dood. Maar op een hele andere manier. Want jij bent regressietherapeut en jij doet ook reïncarnatietherapie, zeg ik dat goed? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, samengevat. Betekent simpelweg regressie teruggaan. En tegenovergestelde van progressie. En is de gedachte achter deze therapievorm erop gebaseerd dat wanneer mensen klachten hebben, dus emotioneel, psychisch, lichamelijk, in combinatie met elkaar, dat is meestal het geval, dat die klachten overblijfselen zijn van gebeurtenissen die in het verleden zijn geweest, die hebben plaatsgevonden, maar die nooit goed verwerkt konden worden. Dus dan hebben we het over trauma. Dus regressie betekent eigenlijk dat je in een therapeutische setting mensen opnieuw in verbinding brengt met datgene wat destijds traumatisch was. Maar nu op een manier waardoor dat wat toen niet verwerkt kon worden in de therapeutische setting wel verwerkt kan worden. Trauma betekent iemand die iets traumatisch doormaakt dat er een dissociatie optreedt. Dus het betekent
dat mensen zich gaan onttrekken van de realiteit van de pijnlijke gebeurtenis vanuit een soort overlevingssysteem. Maar dat die dissociatieve staat blijft bestaan nadat de gebeurtenis feitelijk al afgelopen is, leidt uiteindelijk tot allerlei klachten. Dus dat is een vorm van psychotherapie, zou je kunnen zeggen. Nou, binnen dit werkveld werd snel genoeg ontdekt dat mensen ook ervaringen in zichzelf konden beleven die zij in het huidige tijdsbestek niet konden plaatsen. Dus in de huidige biografie paste het niet, het beeld wat zij kregen over zichzelf in bepaalde omstandigheden. Maar goed, die ervaringen die kregen ook de therapeutische aandacht die het vroeg, met wonderlijke resultaten. En dan noemen wij dat vorige levens. Dus dat zegt eigenlijk dat mensen belevenissen hebben waar ze zich zodanig mee verbonden voelen. Ze gaan zo op in de omstandigheden die in een huidig tijdsbestek dus niet te plaatsen zijn, met alle bijbehorende ellende, dat alles wat daar eigenlijk scheef groeit en misloopt, uiteindelijk kennelijk nog als unfinished business in iemand achter kan blijven. Ja, dus dat is een vogelvluchtentherapie. Troostvolle gedachte. Hè? Dat zou betekenen dat dit leven en de uitvaart die wij alle drie gaan meemaken misschien niet het eindpunt is. Er is ook zoiets als de religieuze opvattingen, dat je in de hemel of in de hel komt. Hoe kijk jij daarnaar? Is er zoiets als een hiernamaals? Voor mij niet. Ik kijk er puur natuurwetenschappelijk tegen. Het is een biochemisch proces, onze individualiteit. En dat houdt op met het moment dat we dood zijn. Daarmee houdt ons individu op. Dus in het deel reïncarnatie, daar ga ik niet in mee. Het deel regressie is wel heel belangrijk, want er gebeurt heel veel traumatisch in de levens van mensen. En dat kan een enorme stempel drukken op je bestaan, op je functioneren, op hoe je toekomstige relaties zal aangaan, ja of nee. En daarin, en dat je daarvan dissocieert, ja, dat kan een enorme impact hebben. Voor niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Wat geeft jou de stellige overtuiging om te zeggen, zoiets als vorige levens of een hiernamaals bestaat niet? Simpelweg omdat nooit bewezen is? Of? Nou ja, dat. Maar ik zie er ook de rationaliteit niet van in. Van waarom zou het zo zijn? Ook dieren zijn individuen. Maar we gaan ook niet daarin. Weet je, ik begrijp de reden er niet van dat we als individu zouden voortleven. Ja, misschien is er wel geen reden, maar jij hebt ervaringen. Hè? Je hebt ongeveer 16.000 mensen behandeld. En dat heeft jou de stellige overtuiging gegeven dat het wel zo is. Kun je iets daarover vertellen waarom jij dat bent gaan... Dat moet genuanceerder uitgelegd worden. Kijk, ik zie het begrip een stellige overtuiging al als een rationeel ding. Een overtuiging zie ik als een rationeel ding. Ik heb zelf van alles meegemaakt toen ik klein was. Waaruit ik kon opmaken dat er meer was tussen hemel en aarde dan alleen maar wat er fysiek aanwezig was. Wat maakte je mee zoal? Uittredingen, beelden van mensen die niet meer in de levende lijven bestonden. Voorzieningen, dingen die je voorzag enzovoort. In feite, ik heb net al verteld, allemaal voortkomend uit een kind verlangen papa terug te vinden, die er dus niet meer was. Maar goed, dat gaat samen met een bepaald zintuig, wat helemaal niet fijn is om te hebben. Zeker niet in een gezin waarin alles rationeel verklaard moet worden en alles wat daar buiten valt gewoon niet bestaat. Dus dat is een soort eigen leven gaan leiden in mijzelf. Ik ben er toen ook driftig de horeca mee ingegaan voor een lange tijd, want dat helpt lekker afleiden enzovoort. Je wilde het eigenlijk een beetje kwijt. Onderdrukken, want ik kon totaal geen aansluiting vinden. Hè, dat was natuurlijk nog een tijdje geleden. Geen aansluiting, dus alles wat ik beleefde in die dingen, in die afstemmingen, dat kreeg geen erkenning. En dat is best wel lastig voor een jochie. Dus dat gaat heel diep erin zitten, zullen we maar zeggen. Maar goed, door allerlei omstandigheden in mijn leven is die gevoeligheid weer naar de oppervlakte gekomen.
En zijn er allerlei ontmoetingen en dingen geweest die ervoor gezorgd hebben dat ik het bestaansrecht ben gaan geven, die gevoeligheid. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik me ben toegelegd op het werk wat ik nu doe. Dat gaat natuurlijk ook via een bepaalde golfbeweging in een proces. En ben ik het heel logisch gaan vinden dat klachten en aandoeningen, en ik weet niet allemaal, het gevolg zijn van onverwerkte verhalen. En in onverwerkte verhalen zit per definitie de dood in, want het moet erg genoeg zijn. He, dus het gaat altijd over overleden kinderen of jong overleden ouders of een opa of een oma waar dit of dat gebeurt, of iemand die zelfdoding heeft gedaan. Daar liggen de gevaren of de pijnen in opgesloten die tot klachten leiden. Ja, en dan kan je daar het fenomeen overheen zetten dat heel veel mensen over die dingen juist nooit spraken. He, dus dat werd vaak weggedaan, afgedaan, gebagatelliseerd om het allemaal een beetje naar behapbare proporties terug te brengen. Maar mijn nieuwsgierigheid en fascinatie naar wat zich allemaal achter die schermen afspeelde, waar het niet over mocht gaan, waar niet over mocht gesproken worden, waarvan ik voelde dat mensen emotioneel terugdeinsden als het er wel over ging en ik me afvroeg van waarom doen jullie dat dan eigenlijk? He, als het geen betekenis heeft, waarom deins je dan terug? Nou, enzovoort heeft mij als het ware als een magneet dat veld in terecht doen komen. Ja, maar het is nog redelijk abstract. Heb jij een concreet voorbeeld waaruit Erwin ook zou kunnen horen dat er zoiets is als een vorig leven? Ja, kijk, weet je, ik wil altijd oppassen te voorkomen dat ik het te veel rationeel wil uit gaan leggen. Omdat ik, zeg maar, het fenomeen van de ratio maar een beperkt stukje mensheid vindt. Maar oké, op de eerste plaats, wanneer jij, en dan heb ik het over mezelf, wanneer je waarneemt dat er personen zijn die niet meer in een levend jasje rondlopen, waar je mee kunt interacteren, waar je communicatie mee kunt hebben, dan is het natuurlijk de allereerste vraag van, ja, wat zie ik dan? Hè? Wat gebeurt daar dan? Wat is dat dan? Kijk, dus daar begint het voor mij mee. Maar op het moment dat je aan het werk gaat als reïncarnatie-regressietherapeut, en je hoort eigenlijk aan de lopende band van mensen, van professoren tot hele eenvoudige, lieve mensen, vergelijkbare verhalen die allemaal onder de put moesten of onder de deksel moesten, uit angst voor reacties enzovoort, Dan is er voor mij in ieder geval duidelijk geworden van, jeetje zeg, dit is een hele wereld die nog zo onontgonnen is, waar nog zoveel te halen is, maar wat zo weggestopt is, dat voor mij, ik zou bijna zeggen, ik heb net vol bewondering naar Erwin's kennis over de vogels geluisterd. Ik vind het zo waanzinnig fascinerend. Hoe vertrouwd je daarmee bent, zo vertrouwd ben ik met de ongeziene wereld, zullen we maar zeggen. En zou ik het bij voorkeur zoveel mogelijk willen demystificeren om het weer gewoon integraal onderdeel te laten worden van onze percepties en onze dingen. Ja, en misschien gaandeweg het gesprek komt het bewijsachtige idee wat dichterbij zonder dat ik het wil bewijzen. Ja. Sta je open voor de gedachte dat het misschien wel zo is dat er meer is na de dood? Nou, ja, of heb je gewoon besloten van, nee, dat gaat niet aan? Ik ben gereformeerd opgevoed, hè, dus met een hemel en al die dingen. En daar heb ik van, ik zie daar geen rationeel, de zingeving niet van. Dus dat heb ik achter me gelaten. Dus ik ben agnostisch geworden of atheïstisch geworden op mijn 17e. Ik heb daarna, toen ik filosofie studeerde, heb ik heel veel met Hugo Verbrugge, die ken je denk ik wel van naam, hè, die ook heel veel over reïncarnatie geschreven heeft. Ik heb heel veel over gesproken, maar hij heeft mij daar nooit van kunnen overtuigen dat... Het grappige is, Maarten heeft mij ook nooit kunnen overtuigen, hè? Want ik weet het Ik heb het ook niet nodig in mijn leven. Ik wil er ook geen discussie van maken. Nee. Ik ben even benieuwd, hè, hoe je... Ik heb het niet nodig in mijn leven, ook om hier... Ik heb er wel over nagedacht en gewogen. Maar het zou ook kunnen dat we het gewoon niet weten. Dat het misschien wel zo is, maar... Ik heb het niet nodig om in het hier en nu te kunnen functioneren. Ik vind het wel iets anders
over de trauma's van in het heden, in je leven. Ja. En dat kan inderdaad een rouwtrauma zijn, omdat je ouders vroeg zijn overleden. Of wat je maar kan bedenken, is dat je dat daarvan dissocieert, dat wegplaatst om het leven draaglijk te maken. Maar dat dat onverwerkte ervaringen zijn, waar je wel iets mee moet doen, als dat je functioneren in het leven nu belemmert. Mm-hmm. Mm-hmm. En daar zie ik absoluut de grote waarde van in. He, dus ja. Er gebeurt veel in ons leven wat ons schade kan berokkenen. Ons kan traumatiseren. En daar moet je echt wat mee. En dat is denk ik ook wel de grote waarde van de huidige tijd, is dat daar veel meer erkenning voor is. Hè? Dat er een trauma iets een grote invloed kan hebben op je functioneren. Ja. En met herbeleving en met therapie en wat al niet meer zijn. Maar over vorige levens, nee, daar raak je mij kwijt. Ik heb het niet nodig in ieder geval om daar verder over na te denken. Het geeft me ook niet. Ik vind het wel interessant dat je dat zo zegt. Ik heb het niet nodig. Want dat is ook helemaal niet de vraag, hè, of je het nodig hebt. De vraag is meer van, waarom sluit je uit dat het zo is? Dus zou het niet gewoon zo kunnen zijn, maar dat we het niet kunnen, dat we het niet weten, dat we niet kunnen bewijzen? Maar waarom is het per definitie niet waar? Nee, ik kan er geen rationele grond voor bedenken waarom het zou zijn. Ja, en dat is het dan. Ja, voor mij is het wel niet rationeel. Nee, maar voor mij is het voldoende. Ik bedoel, het is niet iets dat ik daar nu nog dieper over moet nadenken dan ik al gedaan heb. Vind je het wonder van het leven dan wel rationeel? Wat versta je onder het wonder van het leven? Nou, het ontstaan van een kind. Ja, dat is ook gewoon een biologisch proces. Ja? Ja, ja. Ja, en ik kan er niks mee. Nee. Nee, en ik wil er ook niks mee. Dus dat. Ik heb een fragment voor jullie beiden, wat ik graag wil laten zien, van een cardioloog, Pim van Lommel. Die uit persoonlijke ervaringen tijdens behandelingen dingen heeft meegemaakt waar hij wat over vertelt. Waarbij mensen dus bijna doodervaringen hebben. En laten we daar even naar kijken. Uitwendige hartmassage en defibrillatie, stroomstoot, was tot 67 niet mogelijk. Dus alle mensen die een hartstilstand hadden overleden. Toen we net de reanimatie mogelijk was geworden, hadden we een 44-jarige patiënt die een hartstilstand kreeg. En ik was hoofd van het reanimatieteam en we hebben de patiënt gereanimeerd, een paar keer een stroomstoot gegeven, gedefibrilleerd. En na 4 minuten kwam hij bij. En voor ons was het allemaal ontzettend nieuw. En we waren erg tevreden dat die patiënt teruggehaald was, want dat was nog onbekend in die tijd. En de patiënt was heel erg teleurgesteld. En sprak over kleuren, over licht, over muziek en over prachtig landschap. Het enige wat ik heel goed besefte, is dat het niet kon. Nee, want in de medische opleiding heb je geleerd dat bewustzijn een product is van de hersenen. Dat betekent als je bewusteloos bent door het wegvallen van de bloeddruk, van de bloedsomloop, van de ademhaling, dan ben je bewusteloos. En er is een ervaring van een verruimd bewustzijn volstrekt onmogelijk. Het thuisgevoel, hier hoor ik thuis, hier kom ik vandaan, bij wijze van spreken. Het ontmoeten van overleden dierbaren, soms een vooruitblik, soms het ontmoeten van een grens, dat je weet als ik er overheen ga, kom ik niet terug. En dan vaak een stem die zegt, het is je tijd nog niet, je moet nog terug. Je hebt nog een taak te verrichten en dan komen ze weer bewust terug in het lichaam. En er zijn registraties bekend van de elektrische activiteit van de hersenschors, het EEG. En daarbij zie je dat gemiddeld tussen 10 en 20 seconden na het begin van de hartstilstand elektrische activiteit helemaal is uitgevallen. Dus een vlak EEG ontstaat. Nou, onder die omstandigheden hebben de mensen dat paradoxaal gebeuren van een verruimd bewustzijn met de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven je lichaam. Met emoties, met herinneringen. Ja, bijzondere anekdotes van cardioloog Pim van Lommel.
Als jij deze man zo hoort praten, en ik wil je niet overtuigen, maar hè, je bent een wetenschapper. Dit is ook een man uit de praktijk die dit heeft mogen meemaken. Hoe kijk je dan naar zijn getuigenissen? Nou ja, hij noemt het bijna doodervaringen. Ik noem het net nog levenervaringen. Want het zijn het feit dat je het weer kan vertellen, na kan vertellen, betekent dat je niet dood bent geweest. En hij heeft het over een EEG wat vlak is. Nou, het EEG meet van de hersenschors, dus de buitenkant van je hersenen, ongeveer 10%. Hè. Dus de 90% kom je helemaal niet bij met een EEG. Dus dat is één. En ten tweede, je geheugen, dat zit in de hippocampus. Dat is een deel diep in je hersenen. En daar weet je helemaal niks van. Hè, dat zijn ook, we weten, wat we wel weten, is dat je een cascade hebt van verval van delen van de hersenen die onherstelbaar beschadigd raken naar een hartstilstand, naar een stilstand van de circulatie van bloed. En hoe dieper in je hersenen, hoe ongevoeliger die zijn voor een zuurstoftekort. Dus als je zegt van nou, het EEG is vlak, dat betekent dus dat de diepe delen van de hersenen nog volledig actief zijn. Ook al is een patiënt buiten bewustzijn. En de ervaringen die gereproduceerd worden door mensen tijdens een, of na een reanimatie, zijn ook te reproduceren onder invloed van bepaalde medicatie. Dus dat je bijvoorbeeld met LSD kan je exact dezelfde ervaringen oproepen. Ook uitredingen en dat soort ervaringen. Dus dat sommige mensen kunnen vertellen over, dit heb ik meegemaakt tijdens mijn hartstilstand, zegt mij in ieder geval niets over iets wat na de werkelijke dood zal komen. Want het zijn activiteiten van levende hersenen. Want anders kan je het niet aanvertellen. Waarom zou Pim van Lommel dan wel zo denken? Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken waarom hij zo denkt. Ik weet het niet. Ik denk er anders over. Maar dat mag, hè. Je mag, dat is de basis van wetenschap. Is dat je het met elkaar oneens bent en zoekt naar argumenten waarom de een misschien meer gelijk heeft dan de ander. En dat naast elkaar zet. Ja, nee, maar is nu wel. Hij heeft mij nooit kunnen overtuigen met zijn bijna doodervaringen. Er zijn ook exact dezelfde ervaringen bekend van. Dat is waar trouwens de eerste beschrijvingen van dit soort ervaringen waren door mensen die van bergen afstorten. Die van een berg afvielen. En in die val ervaringen kregen. Misschien is de natuur wel mild om ons in doodsgevaar bepaalde beelden te geven of herinneringen te geven. Ik weet het niet. Het is niet. Wij kunnen überhaupt natuurlijk onze ziel en zaligheid in ons hoofd niet duiden dat dat in een deel van de hersenen zit. We weten wel waar ons geheugen zit. En waar geheugen wordt opgeslagen, dat is in onze hippocampus en midden hersenen. En als die bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer, als die delen vervallen, dan vervallen ook onze herinneringen. Ja, dus klaarblijkelijk leeft dat nog bij deze mensen die in deze toestand zijn? Het zegt mij niets over de dood. Helemaal niks. Maarten, ik heb Erwin nu een beetje gekieteld en geplaagd met het onderwerp leven na de dood en bijna doodervaringen. Jij geeft duidelijk aan, dat stuk, daar ga je niet in mee. Maar je hebt wel je argumenten nu op tafel gelegd. Als je dit zo hoort, sta jij open voor de gedachte dat jij misschien op een dwaalspoor bent terechtgekomen? Of zeg je nee, ik weet het 100% zeker? Ik sta altijd open voor dwaalsporen, bij mezelf ook.
Maar kijk, ik ben opgegroeid vanuit het uitgangspunt dat iets dergelijks uitgesloten is. He, dus de ontkenning over deze zielenaanwezigheid en dat hele spirituele verhaal wat eraan vastzit enzovoort. Dat is mij met de paplepel ingegoten. Inmiddels werk ik al zo lang met mensen, heb ik al zoveel meegemaakt op allerlei fronten, dat ik daar wel heel anders naar ben gaan kijken. Het is voor mij, zoals ik al zei, een realiteit die er altijd is. Dus ja, ik heb net als Erwin het ook niet nodig om nu nog weer terug naar af te gaan of zo. Nee, dus nee dat... ik vraag je ook niet om hier met bewijs te komen. Maar het zou wel mooi zijn om misschien een anekdote te horen waardoor jij zelf zegt van kijk, dit is zo uniek. Dat is voor mij, dus in jouw geval, iets waaruit je zegt, nou, dat kan alleen maar... Ja, er zijn zoveel dingen die ik zou willen vertellen. Kijk, op de eerste plaats ben ik altijd zeer met de natuurvolken, de inheemse volken, de Indianen van in Canada woonachtig in het bijzonder. Daar kom ik al 20 jaar, ik werk met ze, ik heb er van alles meegemaakt. Die natuurvolken die gaan daar allemaal uit van het bestaan van een spirit. En die geven daar allemaal verschillende interpretaties en dergelijke aan. Het zijn vooral ook de niet geleerde mensen die daar het meest over kunnen vertellen. Dus dat heb ik altijd boeiend gevonden, sowieso. Verder vind ik het interessant dat wanneer ik een gesprek heb met iemand die sceptisch is tegenover wat ik doe, nou dat is nogal eens gebeurd natuurlijk, dat bij de eerste vraag altijd het woord religie en bewijs en aantonen eigenlijk soort ingebracht wordt. Dus alsof het idee aan reïncarnatie, het bestaan van de ziel en alles wat daarmee samengaat, die vragen oproept. Ja, maar kun je het aantonen? Is het verklaarbaar? Leg het me dan eens uit volgens een begrijpelijk concept en dergelijke. En het wordt in een religieuze context geplaatst. Wel, in mijn beleving heeft het daar helemaal geen bal mee te maken. Spiritualiteit of het bestaan van een ziel, de logica achter de hele trein van reïncarnatie, heeft niets met religie als zodanig te maken. Je kunt als ziel wel belevenissen doormaken in mensenlevens, waarin je ervaart hoe het is in een religieus gedogmatiseerd systeem, zeg maar, te zitten. En dat is vrij traumatisch. He, dus niet vrij te kunnen zijn in wie je vanuit je spirit eigenlijk bent. Maar om op je vraag terug te komen. Ik werk natuurlijk al heel lang in mijn praktijk. En ik kan, weet ik veel, duizenden voorbeelden opnoemen. Een aantal beschrijf ik natuurlijk in mijn boek. En voordat ik er eentje in zal zetten, vind ik het altijd heel fascinerend, of laat ik zeggen rustgevend, dat het mij helemaal geen bal interesseert. Mensen die in mijn praktijk komen, die hoef ik helemaal niet over te overtuigen van reïncarnatie of weet ik veel wat allemaal. 0,0. Dus dat is niet mijn job, weet je. Er zijn misschien andere mensen die dat wel belangrijk vinden. Ik ben een therapeut. Ik ben een buffelaar in een therapeutisch veld. Maar ik hou wel rekening met het bestaan van die diepere lagen. Dus als ik in mijn praktijk een dame krijg, bijvoorbeeld, die me vertelt dat zij al heel lang geen gevoel heeft in haar voeten. Geen gevoel in haar voeten. Dat die zijn altijd koud. In haar beleving zitten ze er niet eens. Ze kan heel slecht lopen. Kortom, dat zijn haar klachten. Dat is al medisch onderzocht. Dus dat deel is al geweest. Ze kunnen daar niet echt een verklaring of een verandering in aanbrengen. Ik mij in een therapeutische setting op basis van deze klachten ga afstemmen. Althans, ik vraag mijn cliënt, deze dame, dat te doen op die voeten. En haar allereerste indrukken te vragen die erin opkomen, als zij zich afstemt op dat niet aanwezige, dove, pijnlijke, nou, enzovoort gevoel. En haar gedachten zijn, ze zitten er volgens mij niet eens aan. Dat komt in haarzelf op. Ze zitten er niet eens aan. Ik haar met de ogen dicht vraag, ga eens naar een situatie ergens waarin je ervaart of voelt of denkt dat ze er niet aan zitten. Dat zijn eigenlijk de instructies. Zij zichzelf ziet op een of ander slagveld, waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog. Ik daarop inga van, oké, je ziet dat. Wat gebeurt er? Wat ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Wat is je focus? Enzovoort.
Nou, ik moet de bosjes halen. Ik ben aan het rennen. Ik moet de bosjes halen, want anders gaat het niet goed en dit en dat. Zij in een moment, zij is daar en hij overigens, terechtkomt waarin er ineens iets gebeurt met haarzelf en met die benen en zo. Een explosief moment. Die informatie komt uit haar, voor de duidelijkheid. Hè? Dus ik geef dat niet. Ik vraag alleen maar. Het explosieve moment zetten we in slow motion en blijkt in haar uitleg een landmijn te zijn waar ze op loopt. Waardoor zij uit elkaar klapt en het allereerst haar benen kwijtraakt. De laatste gedachte die zij heeft voordat ze daar doodgaat, want ze sterft uiteindelijk, is: ik ben mijn benen kwijt, want die ziet ze nog in Vlaarder ergens naartoe gaan. Dan sterft zij weliswaar in een totale shocktoestand, in een zeer gefragmenteerde situatie, nauwelijks beseffend wat er met haar gebeurd is. In feite nog steeds de focus te hebben, ik moet de overkant nog halen. Kortom, die hele fixatie van zo'n dissociatief moment blijft als het ware in haar systeem zitten, kennelijk. Neemt zij mee naar haar huidig leven. Dus dan komt er een incarnatie, kennelijk, waarin zij in haar huidig leven op jonge leeftijd, als ze 17 of 18 is, een ongeluk krijgt van de fiets, waardoor haar benen allebei bekneld raken en iets niet goed gaat. Dus kennelijk een activatie van iets waarvan ik nu verteld heb, een veel diepere grond heeft. Om vervolgens in een afstemming te komen waarin ze stap voor stap haar benen niet meer voelt, continu klachten heeft, zich daar helemaal naar heeft leren gedragen, altijd vier geitenwolle sokken aan moet doen, wandelstokken heeft, enzovoort, enzovoort. Dat is dan de actuele stand van zaken. Wel, het verwerkingsproces van deze gebeurtenis, die duidt op een ervaring in de Tweede Wereldoorlog, en iedereen die erbij zou zitten, die zou toch op zijn minst moeten zien van zo, als dit niet waar is, dan kan deze dame goed toneel spelen voor de sceptici. Maar het punt is dat na de sessie, along the way, er gevoel terugkomt in haar voeten en haar benen, en ze weer kan lopen en geen pijn meer heeft enzovoort. Dus zelf aangeeft te zijn geheeld. Haar benen zijn er weer. Nou, dit is één, dus dat vind ik nogal een resultaat, opzienbarend resultaat. Dit is één voorbeeld van de duizenden die ik heb. Ik kan er wel een heleboel noemen. De discussie of dat nou een reïncarnatieverhaal is of niet, vind ik feitelijk niet eens relevant. Ik zie het zelf wel zo, maar ik hoef die discussie niet te voeren. Waar het mij om draait in dit werk, is dat die benen het weer gaan doen. Ja, je bent effectief als therapeut. 100%. Dat begrijp ik. Ja, dus, ja, precies. Dat is wat ik er wel aan toe wil voegen. Ja. Maar dat doe ik ook vaak om het wat toegankelijker te maken. En ik wil, zoals ik al zei, het graag demystificeren. Want ik heb na 27 jaar praktijkvoering met dit soort ervaring wel heel veel reden om dit wat meer te roep toeteren. Van jongens, laten we alsjeblieft even wakker worden. Er is een hoop te doen hier en een hoop te halen hier. Ja, maar toch even advocaat van de duivel. Hè? Ja. Ik hoor jouw verhaal en het klinkt bijzonder en ook bijna overtuigend. Maar strikt genomen zou het ook kunnen zijn dat deze vrouw dit zelf heeft geassocieerd, omdat ze oorlogsfilms heeft gezien en ja, dat er puzzelstukken bij elkaar zijn gekomen. Wat overtuigt jou nou dat het te maken moet hebben met een vorig leven? Of nou ja, zijn er meer dingen gebeurd in jouw leven waardoor je dat nu zo kan stellen? Het is natuurlijk lastig om hier aan tafel, zeg maar, 27 jaar praktijkvoering met 17.000 sessies even eroverheen te gooien. Maar daar kun je wel van uitgaan dat je dan een hoop gezien en meegemaakt hebt. Maar goed, dat kan ik nu niet regelen. Ja, strikt genomen zou je het zo kunnen verklaren. En dan denk ik, nou, als het dan allemaal verzonnen en bedacht is, dan heeft ze haar eigen benen weer beter verzonnen, zeg maar. Dus waarom doen we dat hier niet wat vaker? Ja, nee, cool. Ja, dat is dat, als je die vraag, is een beetje een flauwe reactie, maar ik snap wel wat je zegt. Nee, ik probeer je absoluut niet jouw standpunt in twijfel te trekken. Nee. Ik sta echt 100% open. Maar ik weet uit persoonlijke ervaring dat ik wel eens dromen heb gehad die zo realistisch voelden. Eén droom was ooit op een vakantie in Frankrijk. Ik sliep op de achterbank van een Lada 1200, waarmee wij toen op vakantie zijn gegaan. En ik hoorde in mijn droom
een soort van demonisch hoongelach. En waarom zeg ik demonisch hoongelach? Omdat ik in die tijd veel naar de kerk ging. En er werd in de kerk en de volle evangeliegemeente vaak gesproken over God, maar ook over demonen en het kwaad en dat soort zaken. En ik hoorde hele nare stemmen. En ik had een hele nare droom. En ik zag ook echt demonen in mijn droom. Ik vond het heel eng. En uiteindelijk werd ik wakker. En toen bleek, toen ik uit die auto stapte, dat er een groep dronken mannen voorbij waren gelopen die lachend die auto hadden gepasseerd. En ik had die geluiden van die mannen die dus fysiek naast mij liepen, eigenlijk langs die auto, geïntegreerd in mijn droom. En ik had daar beelden bij gekoppeld en geassocieerd. Ja. En dat heeft mij wel altijd aan het denken gezet van hoe knap zeg maar de geest werkt en hoe je dingen aan elkaar kan koppelen, waardoor het moeilijk is te ontrafelen wat je nou eigenlijk waarneemt. Ja, kijk, de moeilijkheid voor... Nou, het is niet zozeer voor mijn moeilijkheid, maar de moeilijkheid die ik vaak heb als over deze dingen gediscussieerd wordt, is dat ik heel vaak te maken heb met een andere partij die het wil begrijpen. Maar als je iets wil begrijpen, is dat een fenomeen. Dan zeg je dat je dat in een bepaald rationeel gestructureerd kader voor jezelf wil plaatsen, want anders is het er niet. Maar begrijp jij wel dat ik en eigenlijk een heleboel mensen het eigenlijk zouden willen begrijpen, die hongeren daarnaar? Ja, het is ook wel dat het belangrijk is te begrijpen, hè, dat je het op die manier nooit zult begrijpen. Ja, ja. Dus een keer zo het moet gaan loslaten, hè, de wil om het te begrijpen, en dan komt het op een andere manier aan je besef. Door een dieper weten, door een ingeving, door een diepere afstemming. Dus dan worden dingen anders logisch. Dus ik zie het willen begrijpen van zaken als een fenomeen die je ongelooflijk in de weg kan staan om spirituele werkelijkheden te omarmen, zeg maar. Geloof jij dat er zoiets is als iets wat we nooit zullen begrijpen en dus misschien moeten geloven of accepteren? Nou ja, wat we wel weten is natuurlijk uit de psychosomatiek, is dat je jezelf ziek en beter kan maken. Je kan jezelf ziek denken, maar je kan jezelf ook beter denken. En daar is een heel veel in de psychotherapie natuurlijk op gebaseerd. En dat staat los van gedachten van reïncarnatie. Ik droom heel veel en ik vind het zelf een mooie eigenschap dat ik, in tegenstelling tot heel veel andere mensen, mijn dromen kan herinneren. En ik droom heel veel over mijn ouders. Mijn moeder is in 87 overleden, mijn vader in 92. Maar ik droom over zij alsof ze er nu in mijn leven zijn. Gewoon met de gezichten. Ze participeren in mijn leven. Zoals ik nu ben. Zijn dat herinneringen aan mijn ouders? Nee, dat maakt mijn brein ervan. Niks meer en niks minder. Ik vind het mooie dromen. Maar ik droom ze. Het zijn fabricaties van mijn hersenen, van mijn geheugen. Ze hebben ook altijd dezelfde gezichten als ze toen hadden. Voor mensen is het ook vaak als zij klachten hebben ergens van, die hun verontrusten. Van, is dit een bedreiging voor mij? Hè? Als je pijn voelt of als je iets voelt in je lichaam waarvan je twijfelt, oh, is dit een bedreiging voor mijn bestaan? Dan is het heel heilzaam als iemand tegen jou zegt, er is niets aan de hand. Dus het weten dat er niets aan de hand is, of dat je het kan duiden wat er aan de hand is. Hè? Als je zegt, nou, ik heb heel veel pijn hier in mijn borst. En dat iemand dan zegt, ja, maar dat komt voort uit een beknelde zenuw uit je rug of zo. Dat is niet iets verontrustends. Daarmee is vaak al, neemt de pijn al af. De pijn verdwijnt dan, omdat je het weet. De kracht van de geest is enorm. In deze, de helende kracht. Dat heb ik honderden keren gezien in de praktijk. Bij patiënten die dan gerustgesteld werden over een klacht. En daarmee de klacht ook verdween. Dat is ook de kracht van, wordt wel eens afgegeven op internet, van ja, de patiëntenfora. Dat je hebt pijn, weet ik veel waar, en daar is een website voor. En daar zijn allemaal patiënten die vertellen daar hun verhaal.
En het blijkt dan ook te zijn, er is al onderzoek naar gedaan, dat als daar maar voldoende mensen staan die hetzelfde zeggen wat jij hebt, en die dat al 4 jaar geleden verteld hebben, en nog steeds, of zeggen van ja, dat heb ik al 10 jaar, of heb ik al 15 jaar, dat dat heel heilzaam kan zijn als jij op zo'n forum bent. Dan is er niemand die dat tegen jou zegt, maar dat ervaar je. En dus therapie, hoe je het ook wil noemen, is een steun zijn voor iemand en een verklaring geven voor zijn problemen. En ja, patiënten kunnen dat ook zelf zeggen. Misschien is het een verzachtend iets als zij denken van ja, mijn koude voeten komen daar vandaan. Ja, prima, als dat zo is. Maar het zegt niks over dat ze daadwerkelijk daar op dat slagveld geweest is. Als geest, als individu. Nee, en strikt genomen zullen we dat ook nooit weten. Nee. Maar het doet er niet toe. Het doet er ook niet toe. Zeg je? Dat is maar de vraag. Het is natuurlijk een eeuwige waarheid die je er dan ingooit. Dat doet er ook niet toe. Dat we dat nooit zullen weten, dat kun je je afvragen. Ja. Ik denk dat je het wel een keer te weten komt. We gaan allemaal een keer dood. En als je denkt dat de dood het eind is, maar je bent er nog op de een of andere manier, dan heb je natuurlijk een probleem ten opzichte van je geloofsovertuigingen die je een leven lang had. Ja, maar ik maak elke dag nieuwe ervaringen mee die ik gisteren niet bedacht heb. Dus ja. Nou, ik bedoel, als je fysiek dood bent en je blijkt nog steeds te zijn, hè, je ervaart jezelf op de een of andere manier nog, dan is dat ook na je dood een hele lastige realisatie ten opzichte van een leven lang niet geloven dat dat kan bestaan. Want dan moet er zoiets zijn als een ziel, toch? Zeker. Geloof jij in het bestaan van een ziel? Nee. Je moet ook realiseren dat het overgrote deel, echt het allerovergrote deel van mensen die bewusteloos zijn geraakt, achteraf niks daarvan kunnen reproduceren. Het is dus niet een universeel iets. Het is dus niet iets wat iedereen meemaakt die een hartstilstand krijgt. En dat achteraf zegt, ja, maar wat ik nu allemaal meegemaakt heb, dat is maar een fractie van de mensen die dat vertelt. Als het dan werkelijk zoiets universeels is, waarom maakt niet iedereen dat dan mee? Ja, laten we dan even kijken naar een fragment van professor Carlo Leget, die een talk houdt met de vraag, bestaat de ziel? Wie van jullie is ooit op zijn ziel getrapt? Waar zat hij? Rare vraag, hè? Beetje lullige vraag ook, want als je op je ziel getrapt bent, doet het pijn. Churchill, die sigaar. Bekende quote van hem, je moet het lichaam verwennen, zodat de ziel zin heeft om erin te wonen. Dus die ziel is eigenlijk springlevend en die is nog steeds springlevend. Die is onsterfelijk. Maar wat is de ziel dan precies? Want als je zegt dat hij onsterfelijk is en je bent wetenschapper, dan moet je hem toch op een of andere manier kunnen aanwijzen. Je moet hem toch kunnen kwantificeren. Weegt hij dan echt 21 gram? Mijn idee van de ziel is dat de ziel geen ding is. Je kan het niet pakken, je kan het niet wegen. Maar de ziel is eerder een venster. Een venster in de taal. En als dat venster open gaat, dan brengt het ons, dan laat het ons iets zien van de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En daar hebben we vaak geen woorden voor. Net zoals, waarom hou je van me? Dus de ziel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een venster wat ons dicht bij datgene brengt wat echt belangrijk is. En daarom denk ik dat de ziel onsterfelijk is. Want wij zullen hem steeds weer nodig hebben, net zoals de liefde onsterfelijk is. En nou ben ik benieuwd wie van jullie nog steeds denkt dat hij geen ziel heeft. Dankjewel. Ja, een interessante benadering van het bestaan van de ziel. Kijk je hiernaar? Ja. Ja, het is de basis van alle religies natuurlijk. Dat je een onsterfelijke ziel hebt die na je dood van je lichaam scheidt en ergens komt. Of weer incarneert. Of ja. Kijk, dat je in je leven
je persoon openstelt om liefde te geven en liefde te ontvangen. Als je dat ziel wil noemen, prima. Be my guest. Ja, toch zijn er veel wetenschappers die ook uiterst religieus zijn. Hè? Ja. Naast dat beta-denken. Ja, ja. Ook bereid zijn om te zeggen van ja, maar er is iets goddelijks dat ja, ons geschapen heeft. Ja, dat mag toch? Dus het is wel te verenigen, die twee, dat ratio en dat stuk Willem Kloos, mystiek. Willem Kloos, oude Nederlandse schrijver, zei: ik ben een ziel in het diepst van mijn gedachten. Ja, ik denk dus ik ben. Descartes, ja. Als je denkt, dan ben je er. Als je dus niet meer kan denken, dan ben je er dus niet meer. Interessante vraag. Van, ik denk dus ik ben. Dus als je niet meer kan denken, dan ben je er niet meer. Zijn dan mensen die 20 jaar in een vegetatieve toestand, die dus niet meer denken, omdat het substraat waarvan we weten waar het denken in zit, hè, we weten dat van levende mensen, als dat deel van je hersenen beschadigd is, dat het denkproces dan verdwijnt. Zijn die er dan niet meer? Bestaan die dan niet? Een vraag die je kan stellen natuurlijk. Dat is eigenlijk de vraag, wanneer ben je dood? Ja, wanneer ben je dood? Ja. En jij maakt eigenlijk een heel mooi bruggetje naar een talk die jij een tijd geleden hebt gehouden. Ja, klopt. En waar je die vragen ook stelde aan studenten. Laten we daar even naar kijken. Waarom is het soms moeilijk om te bepalen wanneer iemand echt dood is? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, het is een van de grootste angsten van mensen om doodverklaard te worden terwijl je dat niet bent. En sterker nog, om begraven te worden als je dat niet bent. He, als je dus niet dood bent. Of gecremeerd te worden als je niet dood bent. Dan ga je wel dood van hoor. Van crematie. Maar net als deze man die in een kist ligt en hij wordt wakker in de kist. En bijzonder is wel dat aan de zijkant staat dood vastgestelde dokters. Dus daar kan je ook niet op vertrouwen. He, dus dat is wel een groot probleem. Maar ook in de moderne tijd worden de mensen doodverklaard die het eigenlijk niet zijn. Die dus wakker worden in een lijkzak, zoals deze man. Dit is de dag erna. Hij werd wakker in een mortuarium en hij las dat in een lijkzak en hij begon daar te bewegen. En hij kan eruit en hij ziet het gaat alweer een beetje redelijk met hem. Dus ja, je kan dus ook wel doodverklaard worden terwijl je dat niet bent. In de 17e eeuw had men daar prachtige dingen op bedacht. Zoals dit. Je lag in de kist en dan werd er een touw aan je verbonden. En zodat je dus, als je in de kist lag en je was dus niet dood, dan kon je gewoon de bel luiden. En dan werd je weer snel opgegraven. Maar ja, dat was vaak niet meer het juiste dan. Hè? Want ja, allerlei de wind en allerlei dingen en ongedierte wat erin zat, dat gaf die bel te luiden. Dus schijndood was in de oude tijd, maar ook in de nieuwe tijd, een groot probleem. Is de dood vaststellen dan zo moeilijk? Soms wel. Maar we doen het 400 keer per dag ongeveer. Hè? Per dag overlijden ongeveer 400 mensen per dag in Nederland. En dokters, die je kon vertrouwen, weet je nog wel, die dan de dood vaststellen. Wanneer denken jullie dat je dood bent? Ik geef u 3 opties. Wanneer je hersenen het helemaal niet meer doen. Dus echt onherstelbaar dood zijn. Of als je hart en ademhaling het niet meer doen. Of alle 3. Ja, grote vraag. Wanneer ben je dood? Maar dan is ook weer de vraag. Wanneer is wat dood? Dat lichaam? Of die ziel? Want die heb jij kennelijk buiten beschouwing gelaten. Nou ja, als de ziel, hè, dus het onderscheidende individuele van een mens, dat moet je ergens lokaliseren. En dat hebben we over het algemeen gelokaliseerd in de hersenen. Daar denken we mee, daar handelen we mee. En niet in je hart of je lever of je nieren. Dat zijn geen bezielde organen als je het woord ziel wil gebruiken. Dat doe je toch met je hersenen. Als je hersenen niet meer functioneren, dus jij wat ben je dan nog? Als je hersendood bent, ben je dood, zeg je. Ja, als je hersendood bent, dan ben je dood. Terwijl je lichaam klinisch nog volledig kan functioneren. Terwijl je de rest van je lichaam nog functioneert. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten? Jij, ja, heel open deur die ik intrap.
Ik zit net te denken dat jouw tafel net een doodskist is. Ja, ja. Ja, je zou er zo een echtpaar in kunnen leggen, ja. Het is geen doodskist, nee. Nee, het heeft die vorm, maar interessant. Hoe ik ernaar kijk? Nou, ik kijk ernaar dat ik zie de hersenen niet als de standplaats van het leven. We hebben bewustzijn. En dat bewustzijn dat zit overal in onze grote teen, tot aan onze oorlel, pijnappelklieren, alles. En alles is in coördinatie met elkaar verbonden. Dus alles registreert wat er gebeurt. Zo kan het in het voorbeeld van daarnet zijn dat de benen die zich ontkoppelen van iemand die in een slagveld situatie die eraf geknald krijgt, dus op bewustzijnsniveau niet snappen wat er gebeurd is, waardoor er nog steeds een fantoombehoefte is om die benen vast te blijven houden aan de oorspronkelijke rest van het lichaam. Dus bewustzijn is voor mij, in mijn beleving, de grondslag voor het besef over dat er een ziel is. En wanneer iemand sterft, ja, dan gebeurt er van alles met de lichaamsfuncties natuurlijk. Maar wat er op zielsniveau gebeurt, is dat de ziel, of het bewustzijn zou je kunnen zeggen, zich onttrekt van de fysieke werkelijkheid. Ofwel het lichaam in een proces die schoksgewijs kan gaan afhankelijk van de omstandigheden, of redelijk vloeiend. Ja, en als we de ziel nou voor het gemak even buiten beschouwing laten, en we kijken naar het lichaam als een biologisch organisme. Wanneer ben je dan dood? Het sterven leidt tot de definitieve dood, is een proces. Er zijn verschillende organen en weefsels zijn al of niet gevoelig voor het ontbreken van zuurstof en andere voedingsstoffen. De hersenen zijn er heel gevoelig voor. Vandaar ook dat je heel snel het bewustzijn verliest als er geen bloed en suiker meer in de hersenen komt. Ja. Andere organen zijn veel resistenter, weerbaarder tegen het tekort aan zuurstof. Dus als je hard stopt met het rondpompen van zuurstofrijk bloed en de afvoer van koolzuur en andere voedingsstoffen overal brengt, dan zal één na het andere een cascade van uitval zijn. En dat kan je ook. Een Franse anatoom, Winslow, die heeft zijn halve leven gepijnigd met deze vraag: wanneer ben je dood? En hij kwam tot de uiteindelijke conclusie dat het definitieve teken van de dood de verrotting was. Eerder kon hij het niet pakken. Dus het moment dat je lichaam echt vervalt. Deze mooie lijster nog niet dood zijn. Want hij is nog inwendig is hij al vervallen. Bestorven. Ja, de rotting is al ingegaan hoor. Dat kan ik je al zeggen. Ja. Ja. En, ja. Maar die torenvalk die daar ligt. Ook. Die heb ik. Die was nog geen half uur dood. Die heb ik gevonden op de snelweg. En die was echt kakelvers. Ja. Dus daar was nog niks aan de rol. Dat is ook een mens die dood is. Die is ook wel kakelvers. Ja. Als je dat wel wil noemen. Want wat is vers? Het vers is betekent dat je nog niet aan het rotten bent. Aan het vervallen. Ja. Aan rotting is stank. Is opzwelling. Verkleuring. Dat soort processen. Die gaan op een gegeven moment na de dat is een proces waarin het uiteindelijk plaatsvindt. Hè? Je moet vergaan. Je lichaam vergaat. Maar de vraag is nog steeds, wanneer ben je nou formeel dood? Nou ja, formeel. Op het moment dat. En dat maakt niet uit hoe je doodgaat. Hè? Dus die 400 mensen die per dag worden doodverklaard door iemand, doodverklaard. Er is geen hartslag meer. Er is geen ademhaling meer. En daardoor is er geen enkele reactie meer van het lichaam. Dus betekent ook dat de hersenen niet meer functioneren. Want je reageert nergens meer op. De pillen zijn helemaal wijd. De spanning van de ogen valt weg. Er is ontstaan lijkvlekken, lijkstijfheid. Allemaal tekenen van verval. Dus je zegt eigenlijk een schouwarts die de dood moet vaststellen, die verklaart iemand pas dood op het moment dat de hartslag en de ademhaling is gestopt. Ja, met daaraan
Kijk, er moet ook een tijdsperiode zijn. Hè? Je kan zeg maar 5 minuten onder omstandigheden zoals hier met een bepaalde temperatuur. En in de kou kan je langer zonder zuurstof. En dan kan je weer gereanimeerd worden. Hè? Dus weer tot leven gebracht worden. Het is tot weer activiteit worden. Dus als de hartslag gestopt is en de ademhaling en je kunt niet meer gereanimeerd worden, dan ben je dood. Dan ben je dood, want dan krijg je ook de uiterlijke tekenen van de dood. Ja. De uiterlijke tekenen van de dood is lijkstijfheid. En dat betekent gewoon dat er een proces in je spieren plaatsvindt. Een verrottingsproces. Ja. Je krijgt lijkvlekken, dus het bloed circuleert niet meer, maar dat zakt naar de laagst gelegen punten. Dus iemand die op zijn rug ligt, die wordt wit aan de borst en blauw aan de achterkant. Dat is beyond repair. Dat kan je niet meer keren, dat proces. Nee. En in de klinische omstandigheid, op een intensive care, kan het natuurlijk zijn dat, en dat hebben we, dat herkenden we, dat herkenden artsen in 1959. Dan moet je even realiseren dat in de jaren 50 van de vorige eeuw, dus zo'n 70 jaar geleden, zijn we begonnen met mensen te beademen. Dan konden we een buis in de lucht bijbrengen en aansluiten aan een beademingsmachine. In 1952 was er een polio-epidemie in Nederland. Of in de wereld, hè, polio, dus kinderverlamming, waarbij heel veel mensen beademd moesten worden. Dat was zo'n groot succes. Daardoor overleefden veel mensen die tijdelijke ademstilstand. Dat men zei van nou, laten we dat ook eens bij andere patiënten proberen. Dus bijvoorbeeld patiënten met een grote hersenbloeding of net een ongeval waarbij er een ernstig schedeltrauma was, werden ook zo'n buis ingebracht en die werden dan beademd. Dat waren de eerste intensive care afdelingen. Toen viel het Franse neurologen op en daarna ook Duitse en Engelse neurologen, dat er een toestand kon ontstaan terwijl die mensen beademd werden. En als er maar zuurstof gegeven werd en koolzuur afgenomen werd, dan bleef het hart wel functioneren en alle andere organen. Maar dat door zwelling van de hersenen hun functie helemaal definitief en onherstelbaar verloren. De Fransen noemden dat le coma dépassé. Iets wat na het coma gepasseerd. En ze hebben dat toen beschreven. En ze hebben ook zijn indrukwekkende beschrijvingen uit die tijd. Waarin er ook, als ze die toestand lang lieten bestaan en dan sectie deden op de hersenen, dat die hersenen al bijna vergaan waren, vloeibaar werden, helemaal gedesintegreerd waren, terwijl de rest van het lichaam nog gewoon goede organen had. En men is dat toen vrij snel hersendood gaan noemen. Dus de dood van de hersenen onder klinische omstandigheden als een soort bijwerking van het beademen van iemand in een hele kritieke toestand. Nou, in diezelfde tijd ontstond de transplantatiegeneeskunde. En waar er een groot tekort was natuurlijk aan organen om te transplanteren. En wat ik al zei, dat sterven is een proces waarin organen verschillend gevoelig zijn voor een tekort aan zuurstof. En een lever bijvoorbeeld zal vrij snel vervallen. Een nier doet er veel langer over. En dus ik heb veel meer tijd, dat noem je dan de warme ischemietijd, hè? Warm omdat het lichaam zeg maar 37 graden is. En ischemie, er geen bloed meer circuleert. Die tijd is voor verschillende organen verschillend. Dus je kan zeggen, van nou, na een kwartier dat er geen circulatie van het lichaam meer is, kan je een nier eruit halen en die kan je transplanteren naar een andere, naar een levende patiënt. En die kan daar weer gaan functioneren. Nou, dat, die tijd is natuurlijk heel beperkt en heel kort. Dus in diezelfde tijd, dus in het begin van de jaren 60, waar ook mensen zeggen, ja, maar als we nou kunnen vaststellen dat die hersenen onherstelbaar en definitief en volledig, want dat kunnen we bewijzen, kapot zijn, niet meer functioneren. En we zeggen dat het meest mens-eigene
voor communicatie en individuele ontwikkeling die hersenen zijn. Dus als die dood zijn, is dan iemand niet gewoon dood? Nu komen we eigenlijk op jouw vakgebied, hè? Ja. De klinisch-ethische ja, leer. En zou je dan, als je zegt van nou, als je aan voorwaarden voldoet dat je onherstelbaar, dat onherstelbare verlies van functie, want daar gaat het om, van de hersenen kan bewijzen door een hele reeks van testen, en je zegt iemand is dood, dan kan je dus daar, omdat je beademt, leven alle organen onder je hoofd, zeg maar. En kan je zeggen, nou, dan hebben we dus de tijd om een hart uit te nemen, een lever uit te nemen, of een alvleesklier of de nieren. En die, daar heb je niet meer te maken met die warme ischemietijd, maar kan je het orgaan uithalen en transplanteren. En dat is het succes geworden natuurlijk van de transplantatiegeneeskunde. Ja. Er zijn er veel mensen die zeggen, ja, hersendood is niet dood. Maar ik heb iets van 500 hersendode patiënten gezien in mijn leven. Dat zijn echt ontzielde, als je nou over ziel praat, dat zijn ontzielde lichamen. Maar hoe kun je dat weten als je het bestaan van een ziel ontkent? Nee, maar ik ontken niet het naam. Het, zeg maar, daar zit niet meer het leven. Wat je bij een levende patiënt ziet, is eruit. Je ziet ook op een gegeven moment, zie je bij stervende mensen, zie je, ja, het hele proces van sterven is een proces. Op een gegeven moment zie je zeg maar de levenskracht uit iemand verdwijnen. Maar wat is de levenskracht? Wat is dat dan? Zoals wij hier zitten, zijn wij gewoon levend. Onze ogen stralen het uit, onze huid straalt het uit, de bewegingen, onze mimiek, alles laat zien dat we in leven zijn. En als iemand sterft, dan zie je dat soort tekenen zie je vervallen. Een hele goede vriend van mij, Pieter Knor, dat is een kunstschilder, die heeft zijn hele leven, doet hier al over, om dat moment te pakken. Hij schildert dat, hij tekent dat, hij tekent en schildert stervende mensen, stervende dieren, dode dieren, om maar dat moment te kunnen pakken. Hij kan het niet pakken. Het is een glijdend proces waarin het normale sterven, als iemand stervende is, het leven verlaat het lichaam. En op een gegeven moment zie je ook dan stopt het functioneren van het lichaam. En ook al bij zo'n hersendode patiënt, daar zie je eigenlijk in het gelaten, in het gezicht van iemand, zie je hetzelfde als iemand die echt dood is, in de zin van dat zijn hart en ademhaling niet meer functioneren. Ik heb nooit twijfel gevoeld of gezien bij hersendood als dood. Dat zijn echt, als je, hè, daar zit geen leven, geen expressie van leven meer in een gezicht van zo'n patiënt. Toch zijn er mensen die daar ook anders over denken. Onder andere auteur Gerg Lodewijk, die een boek heeft geschreven over het onderwerp Alles wat je moet weten over orgaandonaties. En hij werd geïnterviewd bij een podcastplatform. En daar werd opgesomd wat de functionaliteiten nog steeds zijn van het lichaam dat zo genoemd hersendood wordt genoemd. En in hoeverre ben je dan wel daadwerkelijk dood? Laten we even naar kijken. Ja, je hebt zelf in een artikel wat je in 2013 hebt geschreven een hele korte opsomming gegeven over dus dat de bewijzen dat de hersendood verklaarde orgaandonaties niet dood is. Ja, dat het leeft dus. Ja, en uit welke signalen dat is af te leiden. Nou, daar heb ik even een korte opsomming van gemaakt waar ik ons even doorheen wil leiden. En je zegt van de lichaamstemperatuur die is normaal. Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam. De bloedsomloop die functioneert uitstekend. De lichaamscellen die blijven zich vermenigvuldigen. De neurale besturingen, zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen, die werken gewoon. Alle
orgaanfuncties die zijn intact. Ja. De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact. De patiënt die wordt gevoed en de spijsvertering en de stofwisseling die functioneren ongestoord. Het lichaam kan een hoge koorts ontwikkelen. Ja. De patiënt die krijgt medicijnen toegediend en die reageert hier ook op. En dus de uitscheidingsprocessen die gaan gewoon door. De wonden die genezen. Mannen kunnen zelfs erecties krijgen. En zwangere vrouwen die kunnen zelfs na drie maanden een levend kind ter wereld brengen. Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant. In een aantal gevallen maakte de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. In de verband daarmee worden ook spierverslappende middelen toegediend. Ja. Of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. Je zegt ook van nou, als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, dan gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen. Maar de overheid die noemt deze mensen wel wettelijk stoffelijke overschotten. Ja, dat vinden we in artikel 14 van de wet op de orgaandonatie. Daar wordt gesproken over een beademd stoffelijk overschot. Ja. Ja. Nou, je gaat nog even verder. Je zegt van een aantal jaren geleden die weigerde de Engelse cardioloog Dr. David Evans om in het ziekenhuis nog langer aan harttransplantaties mee te werken. En andere hartspecialisten die volgden daarin. En hij zegt onder andere, het fundamentele probleem is dat je niet de organen van een echte dode kunt transplanteren. Vandaar ook de pogingen om de dood opnieuw te definiëren met de term hersendood. Ja. Om transplantatie maar mogelijk te maken. Ja, een interessante opsomming van de man die Ger Lodewijk interviewt. Wat vind je van deze bevindingen? Nou, allemaal verklaarbaar. Ze zijn allemaal verklaarbare verschijnselen die hij noemt. Kijk, het gaat erom cellen, weefsels, als die maar voldoende voeding krijgen in de zin van zuurstof en voedingsmiddelen, dan functioneren ze. We kunnen gewoon, je kan nu orgaantjes laten groeien in een petrischaaltje. Ja, dat is organoïden. Dat is geen rocket science. Dus als je... Kijk, bij de hersendode patiënt ben je een levende patiënt die weliswaar ernstig beschadigd is, ben je gaan beademen. Dus je hebt een buis in de luchtpijp gedaan en je beademt iemand met een machine en je voert de koolzuur af. Die hersenen... Dat is niet het grote regelorgaan. Zouden al die beademde hersendode patiënten sterven als ze niet meer beademd zouden worden? Ja, tuurlijk. Dan stoppen ze onmiddellijk. Kijk, een deel van de als wij op de intensive care een patiënt hersendood raakt, dan heb je een aantal opties. En een van de opties is, we stoppen de beademingsmachine. En dan is meestal binnen, nou ja, er is geen ademhaling, want de ademhaling is een hersenfunctie. Dus dan valt de ademhaling weg en binnen een paar minuten stopt het hart, omdat er geen zuurstof meer komt. En krijg je dan gewoon de hele cascade van verval van alle functies van de organen. Je kan ook zeggen van nou, wij zeggen, dat is het concept van hersendood. Wij zeggen dat als je hersenen dood zijn, dan ben je overleden. En dan kunnen we organen transplanteren. Wat je ook kan doen als er sprake is bijvoorbeeld van een zwangere hersendode vrouw. Kan je zeggen van nou, we blijven nog een tijd doorbeademen, voeding geven, medicatie geven. Om dat kind in de baarmoeder te laten groeien tot een bepaalde grootte en dan een keizersnee doen. En dat kind kan geboren worden. Er is geen spontane geboorte. Dat is allemaal mechanisch. Je kan zeggen van ja, een vrouw kan een kind baren. Nou, niet spontaan. Dat moet je. Je moet dat eruit halen. Je kan geen weeën produceren. Nee. Het bijzondere is wel dat een hersendode zwangere vrouw kan weeën krijgen. Maar dat wordt veroorzaakt door de foetus.
De foetus heeft een hypothalamusje, een deel van de hersenen, dat is vaak een technisch verhaal. Maar die produceert hormonen die die afgeeft via de navelstreng aan de circulatie van de moeder. Waardoor hij indiceert dus zijn eigen geboorte. Maar dat is niet voldoende. Als reactie erop gaan de hersenen van de moeder ook dat hormoon maken. Maar bij een hersendode patiënt niet. Ja. De temperatuur is kunstmatig. Want je wordt elke hersendode patiënt zal, zo heet het dan, poikilotherm worden. Die krijgt de omgevingstemperatuur. Omdat het centrale regelmechanisme voor de temperatuur er niet meer is. Dus je moet een patiënt wel warmen, opwarmen. Om een bepaalde lichaamstemperatuur te behouden. Ja, maar het lastige wat ik hier nou aan vind, hè, want ik hoor je verhaal en ik vind het op zich ook allemaal heel logisch klinken. Ik denk ook dat het heel goed is dat er überhaupt orgaandonaties zijn voor mensen die dat nodig hebben. Maar als je de ziel weer in het verhaal terugbrengt en niet uitsluit dat die er is, en het lichaam leeft nog, het hart pompt, de ademhaling is er. Er is misschien sprake van hersendood, voor zover dat een duidelijke definitie is. Maar ja, in ieder geval, glashelder. De hersenen functioneren niet meer. Maar de ziel is er misschien wel nog. En de persoon heeft dus nog een bewustzijn. Is het dan wel ethisch om in zo'n lichaam te gaan snijden? Ik stel hem even aan jou, die vraag. Ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Ik verwijs in mijn boek naar de 10 dogma's van de wetenschap. Geformuleerd door een Rupert Sheldrake, een Engelse onderzoeker die heel veel onderzocht heeft op het gebied van telepathie. Maar als je die samenvat, die 10 dogma's, dan komt het eigenlijk op neer dat de wetenschap het bestaan van een ziel of bewustzijn pertinent uitsluit. Dus op het moment dat je in alle vraagstellingen, waaronder waar we het nu over hebben, die uitsluiting daarin zet, dan kan je alles natuurlijk alle kanten op redeneren. Ik bedoel, als er geen ziel en geen bewustzijn is, dan is alles in feite mechanisch van aard. En als alles mechanisch is, kun je ook mechanisch doen wat je eigenlijk wil. Maar inderdaad, als die ziel er wel eens is, of wel is, dan verandert natuurlijk alles cruciaal. En ik ga ervan uit dat die er wel is, en met mij natuurlijk ook heel veel. En dan zijn de redenaties die achter deze vraagstukken allemaal neergezet worden, die komen in een totaal ander daglicht te staan. Het is ook nog eens een keer zo dat de mensen die zich doorgaans bezighouden met deze medische zaken, we hebben het over orgaandonatie, regulier geschoold zijn, zullen we maar zeggen. En dus in grote lijnen het bestaan van diezelfde ziel uitsluiten. Dus want anders kan je die handeling misschien niet meer doen, omdat je denkt, ja, goh, de implicaties zijn veel verstrekkender dan ik ooit heb kunnen denken. Heb jij dit soort discussies met vakbroeders op de afdeling die zeggen van, dit kan eigenlijk niet? Of is iedereen het er gewoon unaniem over eigenlijk eens? Eigenlijk niet. Hè? Dus ook om met name niemand kan zeggen, er is geen enkel logisch bewijs dat er bezieling is, zeg maar, in mijn bovenbeen of zo, of in mijn lever of in mijn orgaan. En je gaat uit van dat een mens het zich onderscheidt als individu door het functioneren en zijn geheugen van de hersenen. En daar heb je je geheugen in, daar is je persoonlijkheid in. En we weten ook dat allerlei ziekten die in je hersenen plaatsvinden persoonlijkheidsveranderingen geven. Je functioneren niet meer kunnen, je kan niet meer communiceren. Dat zijn dingen die verdwijnen als je hersenen niet meer functioneren. Dus als je als, wat maakt nou een mens een individu? En dan laat ik het woord ziel gewoon even gaan als individu. Dat is het functioneren van je hersenen met in ieder geval de mogelijkheid om verbaal, non-verbaal en fysiek en zintuigelijk te kunnen communiceren met elkaar. Je zegt het zijn gewoon stofjes en neurologische verbindingen. Ja, dat zijn neurologische verbindingen die allemaal in je hersenen plaatsvinden. En als dat nu definitief en voor altijd is weggevallen, wat ben je dan? Een Amerikaanse ethicus, Robert Fitch, die zegt, ik hoop niet dat ik verward word met mijn hoestfunctie. Dat ik, als ik hoest, dat ik het dan ben. Ja, want hoe kijk jij daarnaar, Maarten? Want op zich vind ik het een goede vraag. Wat ben je dan als je inderdaad een
een comateuze kastplant bent met een beademingsmachine, wat ben je dan? Ben je er dan nog? Nou zeker, ik bedoel, dan hebben we het over een lichaam wat in ieder geval bezield is. Een leven lang in ieder geval dat was en kennelijk in een fase aanbeland waarin er een sterven op stapel staat. En in dat proces waarin op zielsniveau ongelooflijk veel doorgemaakt wordt en beleefd wordt, maar dat misschien niet als zodanig in die hersenen te registreren is, ben je bezig een ontzettend ingrijpend diep proces vanuit je zielbesef, zeg maar, vrij te komen van het lichaam. Dus als mijn bezieling, laten we zeggen, bezieling zit in mijn hele lichaam, van de kruin tot mijn tenen, dan wordt mijn been geamputeerd. En dat been, dat gaat naar de destructie, dat wordt vernietigd. Ja. Gaat dan een deel van mijn ziel verloren. Het jaar daarna heb ik een aandoening in mijn nier. Die nier moet eruit gehaald worden. Die wordt ook naar de destructie gedaan. En zo kan er allerlei delen van mijn hersenen of van mijn lichaam kunnen verwijderd worden en weggegooid, vernietigd worden. Is dan een heel groot deel van mijn ziel vernietigd? Zeker niet, dat blijft bestaan. Is dat dan verplaatst? Dus de prullenbak ingaat, dat is het fysieke deel. Het lichamelijk deel, dat gaat de prullenbak in. Wat er overblijft, is de bezieling van dat deel, wat in een shock verkeert, omdat het zich heel slecht meer kan verbinden met het geheel van waaruit hij gewend was deel uit te maken. Maar de persoon voor en na een amputatie van een been is dezelfde persoon. Daar zit geen enkel verandering in. Hij fantoompijn heeft. Tuurlijk, maar dat is neurologisch heel makkelijk verklaarbaar, omdat zenuwbanen tot in je voet gaan. Mm-hmm. Dus als die doorgenomen worden, dan ervaar je nog steeds dat daar iets is. Ik denk dat neurologisch alles verklaarbaar is. Maar je kunt ook alles een bepaalde kant op verklaren. Hè? Dus iemand die in mijn praktijk komt, in dit geval met een geamputeerde arm, en al jaren klaagt over fantoompijn to the max, doorleeft tijdens een sessie het moment dat in een operatie die arm wordt eraf gehaald als zeer traumatisch, waarmee ik therapeutisch communiceer met de arm, bewustmakend wat zich daar afspeelt, het bewustzijn van de arm geen notie heeft van wat er feitelijk gebeurt. En dat gaat samen met een heel diep verwerkingsproces, zeer emotioneel. Hoe verklaar je dan dat na kennelijk het besef in dat bewustzijn van die arm te hebben aangebracht, daarna geen fantoompijn er meer is? Er is voldoende psychotherapie beschikbaar voor mensen met fantoompijn. Dat heeft niets met de bezieling van die arm te maken. Ja, maar dat is natuurlijk lastig op het moment dat wij, zeg maar, hier twee kampen vertegenwoordigen. Ik ga je er niet van overtuigen. Nee, ik ken de verhalen wel zo'n beetje. Hè. Ik wil alleen maar zeggen dat zodra jij de ziel of het bewustzijn uitsluit in al die grote vraagstukken waar wij het onder andere hierover hebben, dan blijft er een beredeneerbaar concept over. Maar op het moment dat die ziel wel degelijk daarin deel uitmaakt, dan staat er wel heel veel op zijn kop over wat er gebeurt, zeker op ethisch niveau. Want dan slopen we ongelooflijk veel spirituele dingen. Kijk, dat we niet kunnen bewijzen, of tenminste dat het niet wetenschappelijk bewijsbaar is dat er zoiets als een ziel is, hè, dat lijkt me evident. Maar dat die er niet is, is ook niet bewezen. Er zijn geen peer-reviewed onderzoeken waarbij is uitgesloten dat er geen ziel is. Dus als je het eigenlijk niet weet, nee, maar is het dan niet een te grote beslissing die genomen wordt? Nee, maar ja, je houdt maar vast aan het concept ziel. Ik zie het veel simpeler. Je bent een individu, een onderscheidend individu. Wij onderscheiden ons van elkaar omdat wij onze eigen denkproces hebben, onze eigen ontwikkeling hebben, onze eigen manier om te communiceren met de wereld. Dat kunnen we doordat onze hersenen optimaal functioneren. Zonder die functionerende hersenen zijn we geen onderscheidend individu meer dat kan communiceren. Wat is er dan? Nou ja, wat is het belang ervan dat je
dat je een lichaam hebt waar weliswaar leven in zit, maar wat nooit meer kan communiceren, op wat voor manier dan ook. Wat ook niet meer. Hij zei van ja, je lichaam groeit. Nou, het groeit uiteindelijk niet. Het misvormt te zijn. Ja, misschien begrijpen we elkaar verkeerd. Hè? Ik denk ook niet dat het zo is dat je zonder hersenen nog deel zou kunnen nemen aan het actieve verkeer van het leven. Maar dat sluit niet uit dat zonder die hersenen er misschien nog wel een bewustzijn is dat waarneemt dat er in het lichaam gesneden wordt. Een beetje hetzelfde als een onverdoofde operatie bij de tandarts. Dat neem je waar, dat doet pijn. Dat is wel prettig als dat verdoofd is. Ja, Gert Lodewijk noemt het ook even, of in ieder geval de interview over Gert Lodewijk, dat er patiënten die waarin gesneden wordt, dat die dat de bloeddruk stijgt of dat de spieren samenkrampen. Ja, dat is inderdaad zo. En dat er soms reflexen optreden. Ja, dat klopt. Maar dat zijn allemaal reflexen vanuit het ruggenmerg. 100% bewijsbaar dat ze vanuit het ruggenmerg komen. Het ruggenmerg functioneert natuurlijk helemaal volledig. Ja, dat is mechanisch bewijsbaar. Maar spiritueel niet. Nee. Maar het gaat er mij er meer om als ik even tussen mag komen. Kijk, we hebben het hier over twee verschillende zienswijzen. Wat ik alleen maar aan wil geven is dat de zienswijze die de afwezigheid van een ziel of bewustzijn als uitgangspunt neemt, hier besluit wat er gebeurt met mensen. De medische wereld, generaliserend gezegd, is volledig ontdaan van spiritueel besef. En daar worden de besluiten gemaakt. De handelingen die komen daar vandaan. Ja, die want komen je zou niet ook kunnen zeggen, we wachten totdat het hart stopt en de ademhaling stopt en de reanimatie niet meer mogelijk is. En dan is het lichaam klinisch dood. De ziel is eruit of de bezieling is weg. Maar dan heb je het probleem dat je de organen waarschijnlijk verliest. Nee, want dat doen we ook. Hè. In meer dan de helft van de gevallen is de patiënt niet hersendood als zijn organen eruit genomen worden. Maar is er sprake van een hartstilstand en geen ademhaling die gedurende 5 tot 10 minuten bestaat. Dan wordt iemand daarna doodverklaard en worden organen die nog bruikbaar zijn in die cascade van verval uitgenomen en kunnen getransplanteerd worden. Ja, maar de keuze is dan kleiner. Die? De keuze zal dan waarschijnlijk kleiner zijn. Nou, tegenwoordig niet meer, want we kunnen ook organen uitnemen en dan buiten het lichaam transfunderen enzovoort, dat we tijd rekken. Dus daarin, die organen gaan gewoon weer functioneren in iemand anders. Betekent dat dan dat die bezieling in die organen van die persoon dan getransplanteerd wordt naar een ander mens? Dat doen we ook bij een bloedtransfusie. Als we zeggen, nou, al de bezieling zit overal, ook in mijn bloed. Dus als ik 1 keer in de maand naar de bloedbank ga en ik laat 0,5 liter bloed afnemen en dat wordt getransplanteerd naar een ander, betekent dan dat een deel van mijn ziel of mijn persoonlijkheid dan getransplanteerd wordt naar een ander individu? Nou, dan heb ik heel veel satellieten van mijn persoonlijkheid of mijn ziel, als je dat zo wil, die dan overal, als ik dat 10 jaar doe, ik heb ettelijke zakken met bloed allemaal getransfundeerd. Maar dan gaan er geen mensen dood, hè? Nee, maar dat maakt toch niet uit? Ja, dat maakt alles uit. Nee, het maakt niet uit van als je zegt van nou, ik vind het problematisch dat als er dat er orgaandonatie plaatsvindt als de hersenen dood zijn, maar de rest van het lichaam leeft, dat die organen uitgenomen worden, want die bezieling zit in al die organen, dan is die toch niet weg. Die transplanteer je dan toch niet naar tientallen andere mensen. Even los van of die bezieling in al die organen is, het feit dat de persoon die geopereerd wordt dat misschien toch op een bepaalde manier nog meemaakt, dan is niet uitgesloten. Maar bij volledige narcose schakelen we de hersenen op dat niveau uit. Daarom voel jij niks. Ook al wordt er van allerlei vreselijke dingen aan je geopereerd. Dus we schakelen de hersenen uit. We schakelen het lichaam niet uit. Dus dat bewustzijn, het meemaken van dingen aan je lichaam, ja, dat is een hersenfunctie. Als die hersenen niet meer functioneren, wat beleef je dan?
Ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat is, kan een eeuwig verhaal worden natuurlijk. Kijk, kijk, dus als we uitgaan van het feit dat daar wel bewustzijn en wel een bezieling is, dat concept bestaat namelijk ook, dan, dan gebeurt er heel wat anders. Mensen die ervaren gedurende een mensenleven van alles. En alles wat ze ervaren, dat laat een imprint na. In een etherisch lichaam zou je kunnen zeggen, waar een geheugen ligt opgeslagen voorbij de hersenen. Dus alles wat iemand meemaakt, dat wordt geregistreerd. Dat doet mij denken aan een verhaal dat ik in mijn boek heb uitgewerkt van een man die tijdens een lezing, waar ik met Ger Lodewijk trouwens was op het podium en ik zelf ook, dat ik vertelde, nou ja, als een nier uitgehaald heeft te worden, vervangen zou moeten worden, dat betekent dat die nier bepaalde belastingen heeft opgelopen, want anders gaan ze niet dysfunctioneren. Dat komt niet zomaar. En toen vertelde ik vanuit mijn werkgebied dat je heel vaak ziet als het over nieren gaat, dat er enorm diep onverwerkt verdriet gezeten moet hebben. We zullen het niet ingewikkeld maken, maar deze man die kwam in de pauze van de lezing naar mij toe en die zei, ja, mijn twee nieren, ik sta op de lijst voor orgaandonatie, mijn nieren doen het niet goed meer. Hij had het over nog net 20%. Maar je had het over verdriet en ik weet niks van verdriet. Ik zou niet weten waar je het over hebt. Die man is in mijn praktijk geweest uiteindelijk. En wat wij biografisch gezien al ontdekken, is dat zijn moeder, voordat hij zelf kwam, een kindje verloor na de bevalling. Vervolgens was ze zwanger van deze man. Tijdens de zwangerschap verloor moeder haar broer. En toen deze man eenmaal geboren was, verloor deze moeder haar eigen moeder. Dus dat is drie keer diep verdriet. Ik heb hem in de sessie daarop af laten stemmen, of wat mama allemaal heeft beleefd in diezelfde fase dat hij dus in de wereld kwam. Hij zei, als je het zo benadert, voel ik heel veel verdriet. Besef ik dat ik altijd symbiotisch met mijn moeder ben geweest. Tot verre hoge leeftijd kon ik nooit zonder haar eigenlijk in mijn beleving doen wat ik wilde doen. Kortom, dat was één kluwe geworden van dat allemaal. En hij had zich nooit besef over dit diepe verdriet wat hij dus via zijn moeder kennelijk binnen had gekregen. We hebben daar verwerking aan losgelaten. Dat is een therapeutisch proces. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat na dit proces zijn nieren weer ziende ogen en ook aantoonbaar beter zijn gaan functioneren. Zelfs zodanig dat hij van de donorlijst af is gegaan. Dus ik wil maar aangeven dat informatie in mensen opgeslagen liggen, in ieder deel van het lichaam. We hebben het nou over nieren, maar dat kan overal zitten. Dus op het moment dat je nieren of welk orgaan dan ook ziet als een soort mechanisch apparaatje wat je hier eruit kan halen en daar erin kan proppen, zonder besef te hebben dat je alle coderingen, alle informatie, alle ervaringen die verband hielden met de persoon waar het vandaan kwam en waar het naartoe ging, als je dat allemaal niet in acht neemt, ja, dan is het een mechanisch verhaal. Dan kan je overal fixen. Iedereen die een orgaan ontvangt, krijgt afstotingsverschijnselen. Nog eens een keer. Overigens moet daar heel veel antibiotica tegenaan gegooid worden. Kortom, er zitten wel heel veel vraagstukken rond dit hele traject, wat mij betreft, die het heel plausibel maken om toch stil te staan bij deze invalshoek. En dan zeg ik helemaal niet van doe het wel of doe het niet, daar hou ik me buiten. Maar ik zou het wel graag onder de aandacht willen brengen. Jullie gaan het hier ongetwijfeld niet over eens worden. Maar er is nog een derde hypothese. Want jij zegt, hè, er is zoiets als een ziel, een bewustzijn. Ja. Jij zegt, nee, ik denk, dus ik ben. Yuval Harari, een bekende professor, die zegt, nee, een mens is eigenlijk niets meer dan een levend organisme met een algoritme. En we zijn zelfs hackbaar. Laten we daar even naar kijken. We've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Until today, nobody had the necessary computing power and the necessary data to hack humanity. Even if the Soviet KGB or the Spanish Inquisition followed you around everywhere 24 hours a day, watching everything you do, listening to everything you say, still, they didn't have the computing power and the biological knowledge necessary to make sense
of what was happening inside your body and brain, and to understand how you feel and what you think and what you want. You can really summarize 150 years of biological research since Charles Darwin in three words. Organisms are algorithms. This is the big insight of the modern life sciences, that organisms, whether viruses or bananas or humans, they are really just biochemical algorithms. Ja, Yuval Harari bij het World Economic Forum in 2018. Mensen, bananen, organismes zijn niks anders dan algoritmes. Het is weer een andere kijk op de zaak. Maakt hij hier een punt? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb me hier niet in verdiept. Ja, in mijn beleving is dat dus het bevestigen van de zieloosheid van een mens, maar dan 2.0. En dan vervangen door artificieel intelligente dingen. Ja, dus daarvoor moet je wel in ieder geval pertinent uitsluiten dat er zoiets bestaat als een ziel. Dus, ja. Denk jij dat de mens hackbaar is? Dat de geest van de mens hackbaar is? Ja, tot op zekere hoogte beïnvloedbaar, zeker. Ja. Overigens niet alleen door mechanische invloeden, maar ook door spirituele invloeden. Maar beïnvloedbaar zou ik zeggen, ja, het is uiteindelijk in mijn beleving een gigantisch experiment wat hier zich afspeelt. Om te kijken hoe ver mensen kunnen gaan in het splitsen, splijten, analyseren, uit elkaar trekken enzovoort van de hele fysieke werkelijkheid. En daar een technologisch alternatief voor terug te brengen. Zodat we een ontzield volk krijgen, waarmee een bepaalde agenda afgedraaid wordt, die met liefde heel weinig meer te maken heeft. Zie jij het als een technologisch vooruitgang, als we mensen zouden kunnen hacken en zouden kunnen optimaliseren? Ja, ik denk, maar dat is gewoon nu intuïtief hoor, ik denk dat de mens niet hackbaar is. Is wel beïnvloedbaar in zijn gedrag. Dat weten we natuurlijk. Ja. Je kan iedereen beïnvloeden op zijn gedrag. Je kan iemand zeggen, je moet dat doen. En je kan ook iemand echt helemaal in een bepaalde richting duwen. Beheersbaar maken. Als je dat met hackbaar benoemt. Hè, dus dat er hogere machten bepalen wat jij moet doen. Nou, daar hebben we genoeg culturen voor in de geschiedenis. Dus ja, dat is te doen. Dat is niet zo ingewikkeld. Nee. Dus ja, wat versta je onder hackbaar? Ja, ik weet het niet. Je kan ze wel beïnvloeden. Je kan iedereen laten doen wat je wil dat hij moet doen. Ja. Ik wil weer eventjes terug naar de ziel. En ik weet dat we daar al veel over hebben gesproken. Maar er is een ontwikkeling. Het cryonisme. Dat is eigenlijk het invriezen van een overleden persoon of een dier. In een bepaald goedje. En alles met de bedoeling om dat ooit weer tot leven te roepen. Maar de grote vraag is natuurlijk, als je zo'n lichaam weer tot leven roept, komt daar dan weer een ziel in? Of wat is dat dan, dat leven? Is die persoonlijkheid dan weer terug? Daar gaan we dat zo meteen over hebben. Maar laten we eerst even kijken naar een video van de BBC over cryonisme. When someone's declared legally dead today or clinically dead, what that really means is doctors can't help the person anymore. But they're not truly dead. Almost everything is still alive, which is why we can donate organs. So what we're saying is don't give up on the person. Turn them over to us. We're going to protect the cells and we're going to store the patient at extremely cold temperatures where they can have a chance of being revived in the future with more advanced technology. Our membership is pretty varied, but I think there are a few things that they tend to have in common. First of all, they tend to be pretty highly educated, and that's because it takes a bit of knowledge to understand the process. But I think actually more important than that is a sense of adventure, because we're asking people, basically it's a gigantic experiment, right? If it works, you're going to come back in the future decades from now, maybe a century from now, and things will be very different. And most people, when they think of that, oh my goodness, that's terrifying, I don't want to do that. I absolutely do believe that we are going to beat death. I absolutely believe we are going to beat death. Oftewel, ik geloof dat we de dood gaan verslaan. Ja, transhumanisme is daar ook op gebaseerd. Hè? Het eindeloos rekken van het leven en eigenlijk nooit meer sterven in dit lichaam. Maar dit gaat nog verder. Het is eigenlijk een dood lichaam, een klinisch dood lichaam, ingevroren. Wat weer terug tot leven geroepen moet worden in de nabije toekomst.
Stel dat een lichaam dat is ingevroren via deze technologie van het cryonisme, weer tot leven komt en weer hersenactiviteit krijgt, betekent dat dan ook automatisch dat hij een ziel heeft? En zo ja, welke? Ja, precies. Dus daarom zei ik, in de reïncarnatieleer, zullen we maar zeggen, spreken we over excarneren als het proces waarin de ziel loskomt van het lichaam waarmee die een leven geleefd heeft. Die ziel die komt in een andere afstemming, een andere dimensie, je kan het noemen wat je wil. En die is in staat om zich opnieuw aan het leven te verbinden. Met behulp van een nieuwe conceptie, van een nieuwe vader en moeder. Waarin die zich als ziel opnieuw aan de materie gaat verbinden. Vanaf het moment dat de eicel en de zaadcel van zijn toekomstige vader en moeder zich met elkaar herenigen. Het celdelingsproces komt eruit voort. Dus er vormt zich een nieuw lichaam voor die ziel die eerdere ervaringen had in andere lichamen. Dus ja, hier is natuurlijk de vraag van waarom zou je terug willen komen als ziel in een lichaam wat ooit al vanuit een of andere vader en moeder situatie in een bepaald tijdsbeeld al helemaal uitgekristalliseerd en gevormd is en ook gestorven is. Dat is als je uitgaat van het mechanische concept dat je individualiteit in je hersenen zit. En het idee is dan van dat conserveren we. En als je weer tot leven gewekt wordt, dan zit dat toch gewoon nog die functie, gewoon in die hersenen. Ja. En ga je gewoon weer door met de orde van de dag. Ja. Jij zegt dus eigenlijk als het in theorie mogelijk is om dat dode lichaam weer tot leven te roepen, dan komt ook de persoonlijkheid zoals we die kenden, terug. Nou, dat is het achterliggende idee van deze techniek natuurlijk. Ja. Ik vraag me af, waarom ben je als individu zo belangrijk dat je over 100 jaar weer tot leven gebracht moet worden? Ja. Daar zie ik geen enkele reden toe. Hè. Ja. Dat is alleen maar een egoïstische gedachte dat je zo belangrijk bent. Want waar gaan we dan grens stellen? Gaan dan bijvoorbeeld misdadigers worden, mogen die niet meer geconserveerd worden? Of alleen maar goede mensen? Of wat is dan een goed mens? Wat is een criterium dat jij als individu zo belangrijk bent geweest, dat we zeggen van over 100 jaar moet jij er ook weer zijn? Raar iets, want je geheugen is ingesteld op het hier en nu. En dan word je over 100 jaar word je weer tot leven gewekt. Dan kom je in een totaal andere wereld die je helemaal niet kent. Los van alles wat jou in dat vorige leven heel belangrijk was. Dan ben je toch helemaal ontredderd. En dan denk je toch ook, waarom ben ik hier? Ik snap er helemaal niks meer van. Want ik zie daar absolute zingeving niet van in. Totaal niet. Hè? Dus stel dat het mechanische proces is van we kunnen die persoonlijkheid kunnen we conserveren in die hersenen. En die kunnen we ook weer tot leven wekken. Why? Nou, omdat mensen onsterfelijk willen zijn. Ja, ja. Maar waarom moet dat dan? Weet je, nee, onsterfelijk zijn? Ja, maar mensen zijn onsterfelijk, hè? Ja. Dus dit is een puur wanhoopsangstscenario van arrogante figuren die alle levensprocessen willen controleren. Het is bijna lachwekkend. Ik vraag me ook af waar al dat geld vandaan komt om dit soort experimenten uit te voeren. Jij zou niet eeuwig willen leven? Nee, zeker niet. Nee. Maar wel nee, want je leeft je leven, dat is ook een geestelijke ontwikkeling. Je bouwt op en je bouwt af. En dat is in een bepaalde tijdspanne is dat gedaan. Laten we ideaal gezien zeggen van iets van 80 jaar. Waarom zou je nog, want je ontwikkelt je ook in een veranderende wereld. En we weten ook wel dat hoe ouder je wordt, hoe minder je kan conformeren met de huidige wereld. Hè? Shifting baseline heet dat. Hè? Je referentiekaders die zijn bepaald en je groeit daar niet echt in mee. Hè? Onze ouders zeiden van vroeger was het beter. Ik betrap me er zelf ook af en toe nu op dat ik zeg vroeger was het beter. En de generatie daarvoor ook en de generatie daarvoor ook. Dus er zit ook een eindigheid in wat zinvol is om hier op aarde te zijn. Ook in de context van dat allerlei andere mensen in je omgeving die jou dierbaar zijn en jouw leven zin geven, verdwijnen. Die gaan ook dood. Dus die gaan uit je leven. Waarom moet je dan als één iemand onthecht
van alles wat jou dierbaar is, nog langer leven. Stel dat je nog, dat we techniek hebben, je wordt 120, dan ben je 100, en dat geldt alleen voor jou dan. Dan leef je nog 40 jaar. 40 jaar lang onthecht van alles wat jou dierbaar is. Nou, het zou nog gekker kunnen worden. Stel dat ik mij nu laat invriezen, ik ben 50 jaar. Mijn jongste zoon is nu 9. Stel dat over 80 jaar ik weer tot leven word geroepen. Dan is hij 89 en dan ontmoet hij zijn vader die 50 is. Krijg je hele bijzondere toestanden. Ja, het is... Het is voor mij helemaal theater. Er zijn gedachtenkronkels. Ik zie er ook geen enkel nut voor, geen doel. Er zit geen doel in. Het is, wat jij ook zegt, het is alleen maar angst van mensen. Dat ze denken dat je dan weer kan leven. Wat is er mis mee om te accepteren dat het gewoon ophoudt voor jou als individu? Dat je helemaal niet door hoeft te leven in iemand anders. Dat je ook niet je trauma's hoeft over te brengen naar iemand anders. Wat is daar in vredesnaam het nut van? De dingen die ik meegemaakt heb in mijn leven, erge dingen, die zijn er, daar deal ik mee. Wat is het nut daarvan dat ik die trauma's dan in een heel nieuw leven, helemaal nieuw en fris en fruitig, dat die daar ingezet wordt. En dat die volgende persoon daar als unfinished business mee moet dealen. Waarom die shit dan allemaal in dat nieuwe lichaam? Waarom mag dat niet gewoon fris en fruitig zijn? Je hebt het nu over de reïncarnatietheorie. Ja, waarom mag dat niet fris en fruitig zijn? Waarom moet dat dan weer overgedragen? Waarom moet die last dan weer in een nieuw lichaam komen? Waarom mag dat? En er zijn genoeg mensen die een onbekommerd leven leiden. Zijn het dan niet geïncarneerde zielen? Moet je altijd een soort unfinished business meenemen? Is het dan een bewijs dat als jij bepaalde trauma's kan reproduceren, waarvan je zegt die zijn op het slagveld bij Waterloo gebeurd, dat dan een bewijs is dat je geïncarneerd bent? Maar wat is dan... Het is toch een heel vreed iets als dat zo zou zijn. Dat ik de shit van iemand die, weet ik veel waar, iets naars heeft meegemaakt, dat ik die shit bij me krijg. Dat is toch een heel vreed idee. Van wie? Je bedoelt van iemand die eerder leefde? Ja, neem maar gewoon het concept op zich. Wat is het rationele nut ervan om trauma's generatie op generatie of individu op individu weer door te geven en dat die daar weer mee moeten dealen? Dat is toch een heel raar iets. En er zijn genoeg mensen die gewoon een leven onbekommerd leven en dan gewoon hun leven leven, onthechten van het leven. Want het is ook een natuurlijk proces dat je je onthecht van alles wat je dierbaar is. Daar is niks mis mee. Dat is ook een mooi proces. En dan ga je dood. Dan verdwijn je uit de wereld. En dan de volgende generaties komen weer nieuwe individuen die daar gewoon weer gaan. Ik zie daar. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar een hele andere kijk op hebben. Ik bedoel, jij kan het nut er niet van zien en begrijpen. En zeker niet op rationeel niveau, want daar moet het zich allemaal weer afspelen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die van alles meemaken en die daar kennelijk pijn van hebben. En behoeftig zijn aan verwerkingsprocessen die een veel diepere grondslag hebben. Daar hoef je toch niet voor te bedenken dat in een vorig leven ontstaan is. Dan kan je toch gewoon in maar het hier en bedenkt nu... Dat bedenk ik toch niet? Dan kan je toch in het hier en nu laten zien? Deze dame met die voeten, die beleeft dit vanuit haar diepere zelf, vanuit haar onderbewuste. Dus dat komt uit haar. Dus als je dat wegzet als bullshit... vind ik dat oneervol naar in ieder geval het hele idee wat achter deze geneeswijze zit. Ik lees heel graag biografieën. Ik lees heel graag briefwisselingen van mensen uit het verleden. En ik kan me heel erg inleven in zo'n leven. Maar dat betekent niet dat het mijn leven is. En als ik dan daar droom ik ook wel over. Maar dus als jij onder hypnose of zo iets vertelt wat ik daar gelezen heb en waar ik me heel erg in ingeleefd heb, dan wil dat dan niet zeggen dat ik dat ben. Dat is dan gewoon mijn herinnering. Die vraag is niet eens relevant voor mij. Wat relevant is dat er een dame komt die haar benen niet kan voelen. En deze
ervaring doormaakt en ze vervolgens wel kan voelen. En dat is bij de arts en bij wie dan ook, is dat onverklaarbaar en onbegrijpelijk. En ik kan wel gestrooien met al mijn verhalen. Nee. Maar dat is wat voor mij relevant is. Dat die mensen daar beter uitkomen, blijvend beter en een prettiger leven hebben. En dat er daarnaast een heleboel bewustzijnsplekjes zijn, hoe zeg je dat, bewustzijnskwartjes zijn gevallen over allerlei samenhangen die zij voor die tijd niet hadden. Maar ik vind dat mooi. Dat kan je toch ook bereiken op hele andere manieren zonder de gedachte van reïncarnatie. Maar wat is dan de moeite van? Dat is toch de hele psychotherapie is daar toch ook op gebaseerd? De psychotherapie is niet gebaseerd op reïncarnatie, niet op spiritualiteit, nee. En ook niet op bewustzijn. Op mentale processen, dat is psychotherapie. Ja. Ja, dus ja. Voor mij is het helemaal prima. Hè? Ik bedoel, ik vind het prima als iemand een gewenste toestand bereikt. Of ze dat links of rechts doen, dat maakt mij niet uit. Maar in mijn werk en met mij velen krijgen wij vooral te maken met cliënten, vele, die regulier volledig vast zijn gelopen en hier ineens een deur naar een nieuwe dimensie van proceswerk in kunnen stappen. Met de daarbij behorende resultaten. So what's the point? Maar op zich een vraag van jou. Waarom is dat nodig? Waarom is dat zinvol? Waarom zou er zoiets als meerdere levens moeten zijn? Wat is de ratio daarachter? Vind ik op zich wel een terechte vraag. Want ik zie ook niet wat de ratio erachter is. Alleen jij zegt, er is misschien geen ratio. En ik constateer alleen dat het zo is. Ja, maar het is natuurlijk ondoenlijk om hier aan tafel in kort uit te leggen waar ik zo lang in bezig ben. En ja. Al die natuurvolken ter wereld, om maar even wat te noemen. Al die mensen die van alles hebben beleefd. Wat bezielt die mensen om op deze manier naar een mens te kijken? Hoe komen zij aan? Het Tibetaans dodenboek, stervensbegeleiding, alle shamanen, alle mensen zijn dat dan allemaal. Maar religies zijn ook natuurlijk allemaal daarop. Gebaseerd op geloven. Dingen die je gelooft. Dat je naar een hiernamaals gaat. Dat je naar een hemel gaat. Of naar een whatever. Wat nou, dat is het dogma van een kerkinstituut. Wat, zoals ik ook beschrijf, zeer traumatisch inwerkt op de ziel. Dus het is een zeer trauma veroorzakend instituut. Er zijn genoeg christenen die in vol geloof op hun sterfbed denken dat ze overgaan. Er is helemaal niks traumatisch aan. Natuurlijk de oude, hele dogmatische geloven daar. Maar dat zijn uitzonderingen geworden. Er zijn heel veel milde geloven. Mensen die geloven in een hiernamaals, in een hemel. Maar gewoon helemaal geen hel en verdoemenis. En zonde en de buitenste duisternis waar het geween is en het tanden geknarst. Ja. En dat soort ideeën. Nou, ik ben het helemaal niet met je eens. Wat je nu schetst is een ingevuld idee. Misschien kijk je er zo naar. Ik spreek opa's en oma's van mijn cliënten die volledig vastzitten in een helle concept, een vage vuurconcept. Ja, maar dat is een oud geloof. Jawel, maar als jouw oma op, weet ik veel, 70-jarige leeftijd overlijdt met een heel diepe angst dat ze in de hel terechtkomt, omdat ze toen ze 18 was seks had met een Duitse soldaat, zichzelf daarna geaborteerd heeft met breinaalden, daar nog nooit met iemand over gesproken heeft, vervolgens zelf een dochter krijgt aan wie ze gaat uitleggen hoe belangrijk het is alles te bedekken wat vrouwelijk is en man op afstand te houden, dat epigenetisch, inmiddels ook aangetoond, absoluut doorwerkt in een gedragscultuur, in een overdracht van generaties. En als zo'n oma de kist ingaat, ik noem dat met dit grafgeheim, dan gaat haar lichaam het vuur in misschien, of de grond in. Maar de energetische imprint van al haar ervaringen, die blijft levend bestaan en gaat over naar een volgende generatie. En dat is nogal eens gebeurd. Die angstscenario's zitten er dik in. Maar het nadeel is uit die tijd zeker dat er nooit over gepraat wordt. Daardoor weten wij zo ontzettend weinig van onze voorouders, dat ik dat heel graag de wereld in zou willen roeptoeteren. En nogmaals, ik ben een werkman. Hè? Ik bedoel, ik ben niet degene die gaat vertellen hoe het zit. Vertel maar wat er aan de hand is en we gaan kijken waar het vandaan komt. Ik zou je bijna uit willen nodigen een week in de praktijk mee te draaien. Nee, dat hoef ik niet. Nee, dat weet ik wel, maar het is altijd. Nee, want ik ben er wel geweest. Nee, dat ben je niet geweest. Niet bij jou in de praktijk. Nee, maar ook niet bij een reïncarnatie. Absoluut wel. Ja? Zeker weten. Nou ja, oké. Nou, dan verstom ik. In Oude Schild op Texel heb ik een week lang bij een reïncarnatietherapeut meten. Maar nou, er moet een hoop fantasie de revue gepasseerd zijn daar dan als mensen vorige levens ervaren.
we komen hier niet uit. Ik wil het onderwerp veranderen. Want reïncarnatie, ja, dat blijft natuurlijk iets waar jullie anders over denken. Maar we hebben nog een aantal dingen te bespreken. En een van de dingen is het fenomeen vrijwillige levensbeëindiging. Zwaar onderwerp. Maar goed, we gaan het toch beetpakken. Want er zijn mensen die niet meer willen leven. Sommigen plegen zelfdoding. Maar er zijn ook mensen die krijgen daar hulp bij. Euthanasie heet dat. Of palliatieve sedatie. Laten we eerst even beginnen met de fenomenen euthanasie en palliatieve sedatie. Wat is het verschil? Er is niet zoveel verschil, want je besluit dat een patiënt mag sterven. En dan dien je een middel toe wat acuut dodelijk is, of wat in het verloop van 2 dagen dodelijk verloopt. Dat is de nuance. Het heeft allebei als doel om tot verlichting van lijden te komen. En dat bereik je of door het leven te beëindigen, direct. Hè, dus je geeft een middel en het gevolg daarvan is dat de dood intreedt. Of je geeft een middel dat iemand in slaap raakt, hè, dus sedatie. En je geeft geen voeding en vocht. En daardoor glijdt iemand gewoon weg in de dood. Ja, en nu is er een toenemende trend, waarneembaar ook in de media, dat er steeds meer jonge mensen zijn die om vrijwillige levensbeëindiging vragen vanwege langdurig psychisch lijden. Josine was mijn kleine zusje, een van de twee. Altijd wel echt de jongste. Ze was heel gevoelig en een beetje verlegen, introvert. Vroeger echt zo'n kindje wat een beetje achter de benen van papa of mama ging staan. Ze kon heel zorgzaam zijn. Zij was altijd de eerste van wie ik een kaartje kreeg als ik jarig was. Of als ik ziek was, dan kwam er een kaartje van mijn zusje. Er gaat geen dag voorbij of hij komt wel even langs in mijn hoofd. Ja, zeker. En gelukkig bepaalt het niet meer mijn hele leven. Dat zou een mens niet volhouden. Maar ja, elke dag wel een keer, ja. 9 jaar geleden kiest Jos voor een zelfgekozen dood. Hij realiseerde zichzelf dat hij nooit een leven zou krijgen dat hij zou willen leiden. Dus hij gaf aan mij al vrij snel aan, mam, ik wil dit leven niet en ik wil graag een aanvraag doen tot euthanasie. Maar ja, mijn eerste reactie is, ik heb jou het leven gegeven. Ga ik het jou dan ook weer afpakken? Maar ja, al snel dacht ik van, kind, als dat is wat je wil, dan moet ik er voor jou zijn. Als moeder had ik het liever anders gezien. Het zou ideaal zijn als er niemand, zeker geen, nee, gewoon helemaal niemand meer zelf een eind aan zijn leven hoeft te maken op een nare manier. Zolang we dat nog niet bereikt hebben, wordt er dus denk ik nog niet genoeg over gesproken. In mijn verhaal is dit essentieel. Ik weet echt niet hoe ik er nu bij zou zitten als het anders was gegaan. Euthanasie bij psychisch lijden is voor sommige mensen gewoon echt het beste. Ja, het beste wat er nog is. Ja, euthanasie bij langdurig psychisch lijden is bij sommige mensen het beste wat er nog is. Dat is nogal wat, hè? Ja, maar dat is zo. Ja, want ik was verbaasd over ten eerste de toename van de vraag hiernaar, maar ook naar het sensibiliseren van dit fenomeen in de media. Omdat zelfdoding natuurlijk iets is wat ook aan de orde van de dag is. En zodra mensen daarover praten, dan is er altijd die disclaimer van Stichting Correlatie of Bel naar dit en dit nummer en doe het vooral niet. Maar in dit geval worden jonge mensen met psychische problemen eigenlijk toch wel op het spoor gebracht van, hey, we zouden je wel kunnen helpen. En dat is eigenlijk een heel nieuw fenomeen, toch? Want euthanasie was in het verleden iets wat vooral plaatsvond bij mensen die heel oud en kansloos en niet meer terug konden keren. En nu heb je het over eigenlijk fysiek gezonde mensen die nog een heel leven voor zich hebben.
Euthanasie is natuurlijk vanaf het begin was het puur somatisch lijden. Hè? Het grootste deel, 80%, ging over mensen met onbehandelbare kanker. En andere chronische ziektes zoals ALS of ziekte van Parkinson of wat dan ook. Een lichamelijke aandoening die uitzichtloos is op medische criteria. Dus er is geen behandeling meer mogelijk die het proces kan keren of die het leven draaglijk kan maken. En de persoon ervaart dat als ondraaglijk. We hebben dit uitzichtloos lijden en ondraaglijkheid vanuit de patiënt. Die combinatie maakt dat het legitiem is. In het begin was natuurlijk psychiatrische aandoeningen behoorden daar niet bij. Dus de mensen die daaraan leden en het leven niet meer wilden, die werden eigenlijk een soort van gedwongen om als ze uit wilden stappen uit het leven, om zichzelf te doden. Nou, daarvan hebben we ook gezegd, dat is soms gewoon toch wel heel heftig. Dat mensen van gebouwen moeten springen of zichzelf moeten ophangen of zichzelf moeten doodschieten. Of weet je wel, hele heftige, traumatische doden, ook voor de omgeving. En we weten al heel lang dat bepaalde psychiatrische aandoeningen ja, ook uitzichtloos zijn, omdat er geen behandeling meer is. En dat is aan het einde van het proces. Hè. Het is niet zo van, ik voel me niet goed en ik wil euthanasie. Dat het dan ook gebeurt. Er is natuurlijk een heel groot zorgvuldig proces aan vooraf gegaan. Die mogelijkheid is er. Dus dan zal ook de vraag toenemen. Uiteraard. De mogelijkheid biedt ook de vraag. Of genereert de vraag. Dus dat er een toename is, is logisch omdat het mogelijk is. En er meer openbaarheid over is, dat dit een mogelijkheid is. Dat wil niet zeggen dat er nu ineens veel meer mensen zijn met psychisch lijden. Dat is niet zo. Dus daarin en door die mogelijkheid te bieden van, nou, we beëindigen, we willen je helpen om je helpen tot zelfdoding bijna, hè? Maar dan op een nette manier, op een geen traumatische manier. Nou, dan, ik zie niet zoveel bezwaar erin, mits dit gewoon zorgvuldig gebeurt, met zorgvuldige beoordelingen. En je moet ook realiseren dat heel veel aanvragen voor actieve levensbeëindiging niet geëffectueerd kunnen worden, omdat de patiënten toch nog mogelijkheden hebben tot behandeling. Hoe kijk jij ernaar, Maarten? Is dit een goede oplossing voor mensen die uitzichtloos lang psychisch lijden hebben? Ja, ik kan natuurlijk niet anders naar dit soort vraagstukken kijken vanuit dan maar weer het zielenbesef. In eerste instantie is natuurlijk altijd de vraag van wat maakt dat iemand zo desperaat is. En wanneer je in familielijn onderzoek doet, hè, het familiesystematiek, dan zie je ook dat depressies en dergelijke niet op zichzelf staan. Dat heel vaak depressies gedragen worden in de huidige generatie, voortkomend uit de vorige generatie, bijvoorbeeld opa of oma, die ermee de kist inging en het onaangeroerd hebben gelaten. Waarmee ik bedoel dat iemand nooit een op zichzelf staand probleem kan hebben. Maar dat als je dat zo benadert, en zeker als je het ook zo behandelt als een op zichzelf staand probleem, deze optie misschien wel een aantrekkelijke gaat worden. Ik heb er natuurlijk in mijn praktijk heel veel mee te maken gehad. Ja, heb je jonge mensen gehad die echt suïcidaal waren? Heel veel. En heb je die ook kunnen helpen? Ja, natuurlijk. Ja, tenminste, ja, tuurlijk. Ja, dat wil zeggen, mensen die eenmaal succesvol een eind aan hun leven hebben gemaakt, daar is niet veel meer mee te doen. Behalve natuurlijk de nazaten en de zielen van deze mensen die dan dood zijn gegaan, die in een totale verwarde staat nadat zij fysiek zijn gestorven, aan blijven kleven aan het familiesysteem. In een wanhoopspoging vaak om te kijken of er nog verbinding en contact gemaakt kan worden en dergelijke. Ja, en dan gaan er natuurlijk hele andere programma's draaien. Hè, maar ja, ik heb ook heel veel mensen met jonge mensen ook gewerkt die die enorm in die obsessie zaten dat te willen doen en dat ook verschillende keren al geprobeerd hebben. Maar het punt is natuurlijk, als je met een dergelijke probleemstelling naar mij komt,
je ook wel weet als cliënt dat er dan dieper gekeken gaat worden dan dat er alleen maar gekeken wordt welke stofjes in je hoofd het niet goed meer doen, waardoor je tot die gedachte komt. Erwin, stel jij hebt een zoon die in een dergelijke staat is, hè, van langdurig psychisch lijden, die eruit wil stappen. En je zou niet geloven in de reïncarnatietheorie, maar je zou wel weten dat er jonge mensen zijn die geholpen zijn door iemand zoals Maarten. Zou je dan jouw kind misschien toch die kant op sturen met het idee, het maakt niet uit of ik het geloof, maar als het werkt, laten we het dan maar doen. Nou ja, kijk, de mensen die uiteindelijk, je ook jonge mensen die uiteindelijk dan toch geholpen worden met actieve levensbeëindiging, die hebben wel een heel lang proces achter de rug. En die zijn ook in een toestand dat ze dus ook geen behandeling meer willen. Dus als je op zoek gaat naar, nou ja, nog een alternatieve behandeling, nog een nieuwe behandeling, dan wil je dus eigenlijk niet de dood. Je zegt eigenlijk iemand die bereid is om dat nog aan te gaan, ja, wordt eigenlijk ook afgewezen voor het traject, want ja, die is nog, heeft nog perspectief. Ja. En je moet ook niet vergeten dat natuurlijk heel veel een deel van de psychiatrische aandoeningen, dat zijn ook genetisch belaste aandoeningen. Hè? Dus dit is niet van dat je oma dat iets meemaakt, dat het dan overdraagt naar de ander. Maar dat is gewoon een genetisch bewijs voor. Het is een gendefect. Dat je ook bepaald, net zo goed als je een bepaalde genetische aandoening, lichamelijke aandoening kan krijgen, kan je ook natuurlijk een psychiatrische aandoening overerven op je genen. En dan kan je zeggen, ja, dat komt van omdat de oma iets meegemaakt heeft en dat overdraagt naar een volgende generatie. Ja, dat is ook, sommige psychiatrische aandoeningen zijn overerfbaar, bewezen. Het is maar welke kans je dan kiest. Ik heb jullie allebei gevraagd om kleding aan te doen die je draagt op je eigen uitvaart. Zo ook ik heb een kloffie aangetrokken. Ja. Want ik denk van, nou, zo mag het wel gebeuren. Wil jij trouwens gecremeerd worden of begraven? Ja, wel gecremeerd worden. En jij? Ik mag de aarde wel in. De aarde in. Ik weet het nog niet. Jij hebt daar je bisonhuid liggen. Jij hebt een prachtig pak aan. Maar ik heb jullie ook gevraagd om een muziekstuk aan mij te sturen. Wat je bij de uitvaart zou willen laten horen. Ik zal beginnen bij het stuk wat jij hebt toegestuurd, Erwin. En dat is een muziekstuk van Vivaldi. Prachtig muziekstuk. Wat hij zingt is laat los. Waarom heb je dit gekozen? Nou, daarom. Hij zingt laat los. Ik zou aan degene die na mij nog bestaan,
willen vragen, laat me gaan, laat me los. Weet je wel, het leven is geweest. En daar gaat dit stuk over? Ja, daar gaat dit over. Laat het gaan. Je hoeft niks vast te houden van mij. Behalve de herinnering. En zo gaat het natuurlijk ook. Hè. Ik deed mijn zanglijsten onderzoek op begraafplaatsen. En een van die begraafplaatsen waar ik kom, waar ik ook wekelijks kom, is het graf van mijn ouders. En ik loop daar steeds langs, maar ik vind er niks. De meest levendige herinnering aan mijn ouders heb ik in dromen in het hier en nu. Voor de rest ben ik het kwijt van hun. Ik weet niet meer hoe ze roken. Ik weet niet meer hoe ze aanvoelden, hoe ze liepen. Alleen maar wat ik reconstrueer in dromen. En mijn zoon, die heeft er helemaal geen herinnering, maar die heeft ze nooit gekend. Dus die heeft helemaal geen enkel gevoel bij zo'n graf. Dus het is ook, het is gewoon voorbij, laat los. En dat wil ik met dit stuk van Vivaldi ook, laat het los. Het was zoals het was. En we gaan door met het leven. Blijf niet vasthouden aan het verleden. Is geen doel, is geen zin. Ik lijk precies het tegenovergestelde te doen, want hier voor mij op tafel ligt een foto van mijn vader die in 2019 is overleden. Ik heb zijn rijbewijs bemachtigd, een Italiaans rijbewijs. Dat vind ik echt prachtig. Ja. En het hangt hier in de studio. Ik heb vaak dit kettinkje. Dit kruisje heb ik vaak in mijn portemonnee of in ieder geval bij me. Dus het is eigenlijk na zijn dood dat ik eigenlijk hem bijna meer bij me probeer te houden dan bij leven. Want bij leven, ja, hij woonde in Italië. Ik zag hem vaak niet, te weinig. En nu ineens ben ik het bijna aan het soort overromantiseren. Want het was best een complexe man. Ja. Ja. Op zijn zachtst gezegd. Maar jij zegt, laat los. Ja, laat los. Laat los. En alle dierbaren uit mijn leven die overleden zijn, die heb ik goed kunnen loslaten. En met goede herinneringen eraan. In andere tijden ook. Hè? Dat is het ook. Hè? Die herinnering die je hebt, is in een bepaalde periode. Ik heb al herinneringen aan mijn ouders toen ik kind was. Ik zou ze nu wel bepaalde dingen willen vertellen, maar dat is zoals ik nu ben. Hè, ze hebben nooit meegemaakt dat mijn zoon geboren is. Ze hebben nooit mijn carrièreontwikkeling meegemaakt. Dat zou ik ze best wel willen vertellen. Maar dat is niet zo. Dat kan ik ze ook niet vertellen, want ze zijn al dood. Dus ik heb herinneringen aan een periode dat ze er waren. Maar daarna is er geen nieuwe aanvulling in herinnering meer. En dat is ook mooi. Laat los. Laat los. Dat zou ik willen zeggen tegen de mensen die mij laten gewoon los. Ik was er. Ik heb een tijdje meegelopen. En nu ben ik er niet meer. Denk in goede herinneringen aan me als je dat wil. Maar daarna is het weg. Is het verdwenen. En dat is maar mooi ook. Maarten, jij hebt een ander muziekstuk meegenomen. Ja. Welk muziekstuk? Ik vond dit ook heel mooi trouwens, maar het is inderdaad anders, ja. Wat heb je meegenomen? Van de Steve Miller Band. Een jeugdliefde band. Een lied wat heel erg verwijst naar de dynamiek van het leven, vind ik. Wat ik altijd een hele mooie gedachte vind, is dat wij hier zijn namens de Creator, niet te verwarren met een kerkelijke God, om een hemel op aarde te creëren. In plaats van dat het lijden zou moeten zijn. Zeker ook om het verleden los te laten, maar het is belangrijker te ontdekken waar het verleden jou niet kon loslaten. En dat de dynamiek van dit lied mij onwijs aanspreekt en heel erg mijzelf voelt. Zeker in het besef dat ik in deze vorm maar één keer hier ben.
en ik heel graag een bescheiden bijdrage heb willen leveren aan het mooier worden van deze wereld. Hoe heet het nummer? Make the World Turn Around. Make the World Turn Around van de Steve Miller Band. Ja, lekker hard, hè? Wat spreek je zo aan in dit nummer? De dynamiek, de eenvoud, ongelooflijk fijn deinend ritme. Wat ik koppel aan de hartslag van Moeder Aarde. En er gaat een hele fijne, optimistische, powerfule vibratie uit. Die voorbij gaat aan mijn begrip over heel veel dingen. De simplicity ervan en de dynamiek ervan geven mij dat wat ik altijd heb willen doen en waar ik voor ga, zo goed is, ik kan een draad te mogen zijn in het weefsel van de schepping, waar de wereld in zijn totaliteit blij van wordt. Wat is de boodschap die in dit nummer zit, die je mee zou willen geven aan de mensen die nu kijken? Dat we niet moeten vergeten dat we hier met elkaar zijn om de hemel op aarde te creëren. Absoluut. En dat we daar een unieke creatieve potentieel tot onze beschikking hebben. Die we mogen inzetten. En dat we daardoor gewoon die uniciteit weer hebben na te streven. Zodat we een leven een keer kunnen verlaten met het gevoel van, goh, wat een uniek schepsel was ik. En wat heb ik het onwijs vanuit mezelf gedaan. In plaats van uit autoriteiten en klonen buiten mezelf. Dat is wat ik eruit zou mee willen geven. Het is een mooie gedachte om het nieuwe jaar in te gaan, 2024, om een hemel op deze aarde te creëren. En om misschien ook oude dingen los te laten. En vooral weer het nieuwe te omarmen, perspectief te hebben. We gaan dan ook een toast uitbrengen op het nieuwe jaar, op de nieuwe kansen. Er staat daar een flesje. Maarten, misschien kan jij die voorzichtig openmaken. Ja. Er zal ongetwijfeld ook een kurk uitpoppen. En misschien kunnen we ook de glaasjes erbij halen. Want we gaan even toasten. Paraat zitten. Erwin, dat jij geen alcohol drinkt. Maar ik zou het wel leuk vinden als je op zijn minst heel eventjes het glas met ons heft. En dan gaat de kurk er zo meteen van af. Gelukkig nieuwjaar. Pats. Een nieuwe ronde en een nieuwe kans om er weer iets van te maken. En dat is denk ik ook hoe we de dood moeten zien. Hè? Ik begon deze uitzending al met het feit dat het geen sombere uitzending wordt. Ik hoop dat je het ook zo ervaren hebt. Ik vond het super interessant om met jullie te mogen praten. Jullie zijn het niet eens geworden, maar jullie hebben respectvol met elkaar het gesprek gevoerd. Ja. Over allerlei verwante thema's aan het onderwerp de dood.
En zoals ik al zei bij de inleiding, de dood is vaak het moment waarin we weer heel even stilstaan. En beseffen dat het eindig is. Althans, in dit lichaam. En dat we dus de tijd goed moeten spenderen. En ik wil iedereen die dus ook kijkt, met die vraag belasten. Ga nou eens nadenken. Wat wil je ervan maken met die tijd die je nog hebt? Wat wil je van het komende jaar maken en de tijd die daarna komt? Ik zou zeggen, haal het maximale eruit en richt je energie op datgene dat goed is en belangrijk is en stel de juiste prioriteiten. Ik zou graag met jullie het glas willen heffen. Erwin, dank dat je hier kon zijn. En dank ook voor de prachtige video die wij in 2020 hebben gemaakt, die dit allemaal het vliegwiel heeft laten draaien. En Maarten, ook ontzettend dank voor jouw komst. En fijn dat ik jou heb mogen leren kennen. Wederzijds. Dank ook dat jullie deze prachtige dieren hebben meegenomen. En ik hoop dat er iets heel moois gebeurt met deze beestjes in het Natuurhistorisch Museum. Ik wil jullie danken voor het kijken. Deel deze video. Het was een lange zit, maar deel hem met zoveel mogelijk mensen. En mocht je een donatie kunnen missen, dan is het natuurlijk altijd fijn. Want we doen dit op eigen kracht. Een heel gelukkig nieuwjaar. Een heel gelukkig 2024. En nogmaals, denk na wat je het komend jaar gaat doen. Heren. Proost. Hoppa. Ja, en ter afsluiting, ook ik heb een nummer geselecteerd dat ik op mijn uitvaart zou willen spelen. Ik heb er goed over moeten nadenken, maar dat is geworden het nummer Remember the Promise You Made van Cock Robin. Echt een klassieker uit de jaren 80. Is eigenlijk ook een eerbetoon aan de liefde die ik in mijn leven heb met Femke, mijn vrouw. We zijn al bijna 20 jaar samen. Met hobbels, maar met heel veel liefde. En ik hoop met haar oud te mogen worden. En ergens nog op een boomstronkje te kunnen contempleren over wat er allemaal gebeurd is. Dus remember the promise you made. Maar ik hoop ook dat jullie de belofte naar jezelf nakomen om er iets van te maken. Dus ga nadenken, wat wil je met de tijd die resteert? En een heel gelukkig 2024. Hier. For me.